Hallo, ik ben Kobe van Rappelen en welkom bij de nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. De show waarin ik op zoek ga naar de interessantste landgenoten en achterhaal, of toch probeer te achterhalen, wat hen nu bijzonder maakt. Vandaag met niemand minder dan Jan Puipen. Als dit de allereerste aflevering is die je beluistert, dubbel welkom. Wekelijks mag je je verwachten aan een gesprek, welk je in de nieuwsbrief en op de website vindt via kapiteinkobe.be. De afleveringen vind je ook op de website, dus rechtstreeks op kapiteinkobe.be of iTunes, podcast app op iPhone en wat dan ook. Voor feedback, vragen, opmerkingen, eender wat, steunbetuigingen, mail mij gewoon op kobe@kapiteinkobe.be of op Twitter @kapiteinkobe. Alle links en informatie van deze aflevering vind je op kapiteinkobe.be/Jan Puipen. Nu, Puipen, P-U-Y-P-E. Dat is eigenlijk heel veel moeite. Doe gewoon kapiteinkobe.be/Jan P. Alles aan elkaar geschreven. Dan kom ik eindelijk bij mijn gast. Ik kwam een half uur te laat bij hem in Bosvoorde in Brussel. Geen probleem, zei Jan. Het is vrijdag namiddag, alle taken zijn verdeeld. Doe maar op uw gemak. En daarmee was eigenlijk direct de toon gezet. 2 uur lang palaverden we over politiek, journalistiek en ondernemerschap. Jan, ik kende hem eigenlijk niet op voorhand, ik had wel mijn onderzoek gedaan, maar vertelde op een heel open en blote manier over zijn ervaringen en levenslessen. Het spreekt ook voor zich dat we in een interview van bijna 2 uur vrij diep kunnen gaan op de dingen die hij meemaakte en de lessen die hij daaruit trok en de vragen die ik daarop kon stellen. Alhoewel elk interview anders is, zowel in de totale gesprekstijd als de diepgang, denk ik dat dit soort interviews uiteindelijk de standaard is die ik moet nastreven. Het gaat er niet zo om zo lang mogelijk te interviewen, maar ik merkte hier dat het kunnen doorvragen op bepaalde onderwerpen en niet moeten stilstaan bij hoeveel tijd er nu eigenlijk verloopt, een enorm rustgevende factor was binnen dit interview. En, wel ja, ze zijn niet kort, de interviews, maar dit is echt wel een van de leukste gesprekken die ik tot nu toe heb opgenomen en ik ben heel blij dat dit met Jan Puipen zo gemakkelijk verliep. Er komen in de toekomst dus hopelijk nog veel meer interviews van deze vorm aan. Goed, ik ga het hierbij laten. Heel veel plezier met de aflevering. Zoals daarnet gezegd, kapiteinkobe.be/Jan P. Voor alle links, informatie, boeken, referenties en commentaren, reacties. En, wel, daar gaan we. Veel plezier. Jan Puipen, goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk dank om tijd vrij te maken. Misschien eerst even kader. Ik heb voor de allereerste keer contact met u opgenomen, ongeveer 6 of 7 maanden geleden. Dat was toen omdat ik op zoek was naar tips om een betere spreker te worden, om te modereren, iets wat ik heel interessant vind. En wat mij bijblijft, want toen zat ik absoluut nog niet met het idee van kapitein Kobe in mijn hoofd, is dat u daar direct heel positief op reageerde. U deed aan de hoedanigheid van Jan Puipen bij Read My Lips en we komen zo dadelijk daar uitgebreid op terug. Dus ik wist al, of ik weet al, dat u een vrij enthousiast en een motiverend persoon bent voor degenen die u niet kennen. Wie is Jan Puipen en hoe bent u uiteindelijk hier in Bos... Wacht, in... Watermaal Bosvoorde? Watermaal Bosvoorde inderdaad terechtgekomen. Oké. Okay. Ja, in een nutshell, eigenlijk als klein manneke wil ik eigenlijk heel snel in politiek, in de samenleving, in de mensheid geïnteresseerd geraakt. Heel vroeg ook zelfs politiek actief geworden. Dan spreek ik echt over het 5e studiejaar en zo. Dus altijd heel sterk samenleving en ik wilde journalist worden, al van jongs af aan. Afgestudeerd en dan even... door omstandigheden 3 jaar in politiek terechtgekomen, maar dan mijn droom kunnen waarmaken, overgestapt naar journalistiek, daarin begonnen. En zo gaat dat in het leven, dan doe je dat een aantal jaren, 14 jaar in mijn geval, journalistiek actief geweest. En dan had ik het eigenlijk daar ook gezien. En dan voelde ik, ik moet hier stoppen, ik wil iets anders, ik weet niet wat, maar... Ik heb ook een aantal boeken geschreven, heel veel lezingen gegeven. En toen wist ik eigenlijk, ja, ik wil met content inhoud bezig blijven, maar op een andere manier als journalist. En ja, dan is er eigenlijk, ik wilde die markt maken van sprekers. En dat doe ik vandaag. Ik bied content aan. Ik ben agent van een 150 à 200 sprekers.
En ik vertegenwoordig hen, ik onderhandel voor hen. En ja, ik zorg voor dat zij zich kunnen concentreren op wat ze goed zijn. Namelijk inspirerend zijn voor andere mensen. Mm-hmm. Van waar komen de meeste van die sprekers? Dat is heel divers. We hebben, dat is een beetje misschien een technische uitleg. We hebben twee soorten sprekers. Ik bedoel, enerzijds hebben wij sprekers die meer naar de socioculturele markt zijn gericht. Ik bedoel dan bibliotheken, socioculturele verenigingen die u ook kent. In elk dorp gaande van Neos, Markans en dergelijke, Davidsfonds. Dus dat is één markt eigenlijk voor ons. En die hebben een bepaald soort sprekers die daar werken, die daar goed zijn. Naar zo'n soort sprekers zijn ze op zoek. En aan anderzijds hebben we een portefeuille van sprekers gericht eigenlijk op de professionele markt, dus bedrijfsleven of federaties of sectororganisaties zoals werkgeversorganisaties zoals FOCA en dergelijke meer. En ja, dat zijn twee verschillende soorten sprekers. Bij de ene heb je meer de Jan Verheijens, journalisten, de Rick van Kouwelaerts en dergelijke meer, die meer maatschappelijke thema's behandelen. En dan meer met de bedrijfssprekers, ja, zijn meer managementonderwerpen of time management of hoe leiderschap geven. En daar hebben we ja, een aantal namen. Is dat nu Wouter Torfs of Frank van Massenhoven of Johnny Thijssen, ook heel diverse mensen. U zegt net in het vijfde studiejaar ja. Was u al bezig met eigenlijk uw eigen zin en uzelf aan het verkennen en uw interesse. U bent dan hogere studies begonnen, afgewerkt en dan de politiek gegaan. U bent dan als journalist actief geweest en nu als ondernemer. Als u dan teruggaat en naar uw 15-jarige of 18-jarige zelf, wat wou u toen echt worden? Was u toen journalist? Als klein manneke altijd eigenlijk journalist. Stukje politiek. Ja, het is eigenlijk altijd zo dat snijvlak. Nu ook, zelfs ondernemer, is eigenlijk ja, samenleving. Dat is voor mij eigenlijk misschien een rode draad. En dat heb ik ook altijd gehad, nieuwsgierigheid. Zelfs nieuwsgierigheid ook naar meningen die niet de mijne zijn. Zo, dat ook. Ja, dat is eigenlijk mijn rode draad. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat nog altijd heb. Ja, want u schreef dan ook ondertussen nog twee boeken. Die speelden zich alle twee in eerder de West-Vlaamse kant van het land af, als ik mij niet vergis. Eén, ja. Ja, ja. Bent u daar ook opgegroeid? Dat vroeg ik mij direct af. Van waar mijn die... ouders zijn wel West-Vlaming, maar zijn beide West-Vlaming. Maar ik ben in Duffelen geboren, dus tegen Mechelen. Heb nooit het West-Vlaams gebezigd actief. Ik versta het wel 100% passief. Maar eigenlijk met onze familie, ik spreek voor mijn beide kanten, hebben we eigenlijk weinig contact. Dus het is niet van dat eigenlijk er zo in zat. Het was eerder eigenlijk vanuit mijn ervaring als journalist. Toen schreef ik ook al voor De Morgen en dergelijke meer. En ook voor De Tijd. En ja, dan doe je vaak interviews. Met ondernemers. En ik vond altijd dat die West-Vlaamse ondernemers zo iets extra's hadden. Iets ongelikts. Iets soms... het zijn nu zaken niet, terwijl anderen zo rond de pot... Roger de Klerk als exponent. Ja, exponent. En ik hield daar eigenlijk wel van. En dan had je ook zo die lijstjes van de 200 rijkste Belgen. Waar dan bleek 45 van de 200... Zo was ik dat eens niet eens beginnen te tellen. Waren West-Vlaming en dat gaat dan over officieel vermogen. Dus had ik zoiets van, ja, dat is disproportioneel veel. Hoe komt dat? En dan eigenlijk beginnen en dan zoeken, zuiver macro-economische gegevens, geschiedkundigen. En dan zag ik, ineens werd dat een verhaal van, dat ik zoiets had, god, dat is kei fascinerend. Dat was eigenlijk een kei arme provincie. En op een zeker moment zijn die omgeturnd, hoe kan dat? En op zo'n korte periode ook. En dat belang van het dialect dat ons kent, ons dat daar... Ik vond dat allemaal fascinerend. En ja, en zo ontstaat er dan een boek. Ja, we gaan zo dadelijk nog op het boek, bij de boeken terugkomen. U begint dan als journalist. Was dat direct bij de VRT? Nee. Dus eigenlijk door omstandigheden, dat is ook eigenlijk iets grappig. Dus ik zat op de VUB. En eigenlijk ben ik, zoals gezegd, eerst 3 jaar in politiek actief geweest. Ben ik 3 jaar de senaatsmedewerker van Bert Ansiot geweest. Dat was voor de Volksunie toen. Dat was voor de Volksunie. En dat was eigenlijk ook raar hoe ik daar ben terechtgekomen, want ik was geen partijlid van de Volksunie. Ik vond toen wel Bert Ansiot enorm
intrigerend persoon, want we spreken begin jaren 90. Hij was toen Volksunievoorzitter en schepen in Brussel. Maar geen... is hij dan ook senator, ben ik zijn medewerker geworden. Maar had hij geen nationaal mandaat eigenlijk. En toen was dat echt wel een persoon ook van iets nieuws aan het firmament. En ik vond het interessant. En ik woonde in Brussel, en zo is dat in Brussel. Als Vlaamse Brusselaars word je eigenlijk uitgenodigd door elke partij voor de nieuwjaarsreceptie, omdat er zo weinig Vlamingen zijn. Dus, en op een zeker moment kreeg ik, weet het nog goed, eigenlijk een uitnodiging van de Volksunie, het arrondissement Brussel, denk ik. En Bert Ancelot ging dan een speech geven. En ik dacht, allee, dit is de moment om die mensen ook eens bezig te horen. En dat is heel grappig. Dan hebben wij eigenlijk die receptie met ons getweeën, dat was een middagreceptie op een zondag, eigenlijk afgesloten op de stoep, alle twee zat. Allee, je hoeft toch te veel gedronken. En we waren eigenlijk met veel dingen niet eens met elkaar. Zo. Maar dat was eigenlijk mijn contact. En dan enkele maanden later, het zijn verkiezingen, is hij dan verkozen als senator. En dan eigenlijk vroeg hij, wilde jij met een medewerker worden? Ik had zoiets, maar ik wil journalist worden. En ook, ik ben geen partijsoldaat. En zo, dus mij interesseert dat niet als CVP, toenmalige CVP zegt dat voorstel, dan een tekst schrijven, Volksunievoorzitter Bert Ancelot is daar niet mee eens, omwille van, dat interesseert me niet. Ik wil, en dan hebben wij een deal gemaakt, dat ik eigenlijk onderzoeksjournalistiek in politiek mocht doen. En dan heb ik eigenlijk 3 jaar, en dat was heel plezant over, was dat nu adoptiemafia, we hebben 6 van de 12 erkende adoptiediensten een tijd kunnen stilleggen. Omwille van dat we konden aantonen dat het malafide kanalen, voor hoe de kinderen tot hier kwamen, geïnfiltreerd bij neonazis, KB-Lux-fraude. Heel veel dingen mogen doen. En dat was enorm boeiend. Maar nog even daarover. U studeerde toen nog? En ik studeerde toen ook nog. Ja, ik had geen diploma. Dus ik heb het een beetje omgekeerd gedaan. Maar ik zou beginnen werken. En dan zit achteraf met de gebakken peren dat je nog een thesis moet maken, maar allee, dit geheel terzijde. Maar de Volksunie op zich, dat vond ik wel boeiend. En dat was eigenlijk een partij dat wel bij mij paste. Zo, ik had mijn eigen dingen, meteen behoorde ik meer tot die strekkingen en dat. Maar dat was eigenlijk een ongelooflijk partij, waar al die strekkingen, gaande van softie nationalisten, zo dat ik er een was. Allee, zelfs niet nationalisten, eerder zo federalistische gevoelens. Maar er zaten ook de N-VA'ers allemaal bij. Hè, dus hardcore nationalisten. Maar ook maatschappelijk zaten linkerzijde, rechterzijde. En ik vond dat enorm boeiend, zo'n partijke te hebben, waar eigenlijk heel anarchistisch door elkaar liep. Ja, zo al die meningen. En waar eigenlijk amper een lijn in te trekken was. Of een toevallige lijn, naar gelang wie de Führer was. Ja. Ja. Wel even een vraag, want ik kan mij dat zelf niet meer voorstellen. In welke mate was de Volksunie toen vergelijkbaar met bijvoorbeeld de N-VA is vandaag? Wat er is van overgebleven? Helemaal anders. In elke partij heb je strekkingen natuurlijk. Hè. Ook in de N-VA. Maar Volksunie was veel meer... je moet dan maar kijken, nadat dat gesplitst is, Ancelot en co, die zijn dan naar SPA gegaan, Bart Staes is naar Groen gegaan, Sven Gats en een heleboel anderen zijn naar VLD gegaan, Sauwes is naar CD&V gegaan, je hebt zo... En dan N-VA ook, dus heel, dat zat allemaal samen. Mm-hmm. En dus, Hugo Schilds, in het kader van mijn thesis dan, interviewde ik hem, en die zei dat ook. De Volksunie is de enige partij van congenitale anarchisten. En ik heb heel toen met interview... Congenitale anarchisten gedaan. Ah, ja. S'avonds natuurlijk het eerste wat ik opzocht als ik thuis was. Ja, want ik had u nu anders vragen. Ja. En zo. Ja, dat is hetzelfde woord als aangeboren. Het is zelfs nog langer, maar het klinkt beter. Maar dat klopt ergens ook. Dat was echt een partij, waar... Bijvoorbeeld, ik behoorde dan... Inderdaad, ik was een medewerker van Ancelot. En dan worden ook door de clan Ancelot beschouwd als deel van hun clan. Maar ook door de tegenstanders van Ancelot, dat is een Ancelot-boy. Maar ik kon eigenlijk met iedereen over... Het is, ik babbel ook met de meeste radicale nationalisten, terwijl dat dan mijn mening totaal is. Maar
Dat vond ik dat juist zo boeiend aan. Terwijl in een partij wordt dat raar bekeken. Oei, jij bent niet van onze klan. Mm-hmm. En jij doet hier amicaal. Dat is raar. Maar ik denk dat dat zo was ook voor een stuk. Dat ik dat zo boeiend en ineens, ik weet dat zelfs met mijn eigen denken, dat ik soms zo had van die gedachtegang kan ik volgen, dat is waar. Maar tegelijkertijd, ook iemand anders, dat is ook eigenlijk wel. En dan hadden we echt zo die congressen die veel meer geanimeerd waren dan bij andere congressen, omdat je daar veel meer... Verschillende meningen had. Je had daar resoluties, dat ging van legalisering van softdrugs, en de volgende was afschaffen van het Koningshuis, en dan de volgende was afschaffen van vakbonden, en dan was het zo... En er kon alles en mocht alles. Ja, alles. En de ene keer... Is er een partij vandaag de dag, zowel aan Vlaams of Waalse zijde, die daarbij in de buurt komt, volgens u? Want ik kan het mij niet voorstellen. Dus dat is echt versplinterd in... Dat is eigenlijk een hoopje waar alles kon, op, met alle respect natuurlijk, en het is dan achteraf versplinterd. Versplinterd. U beslist dan om weg te gaan, weg te gaan uit de politieke wereld. Hoe kwam u dan als journalist dan toch aan de bak uiteindelijk? Dan heb ik eigenlijk, want dus na een 3 jaar daarom ben ik weggegaan bij Bert als gestopt om te werken in politiek, omdat hij dan met een verruimingsbeweging bezig was. Misschien zegt u dan nog iets, Spirit, idee 21 en dergelijke. En ik geloofde dat niet. Maar los daarvan dat ik daar niet in geloofde, hij had gewoon geen tijd niet meer eigenlijk voor onze samenwerking. Wat bedoel ik? Voor die eerste 3 jaar had hij als senator nog echt tijd om parlementair werk te doen. Dus de dossiers dat ik voor hem deed, onderzoeksmatig te blokken en op de bühne te brengen. Maar dan met die verruimingsbeweging was hij daar zo in door opgeslokt dat hij eigenlijk daar geen tijd meer had voor wat mij aantrok, het echte parlementaire werk. En dus dan zijn we eigenlijk ook in alle vriendschap, hebben wij onze samenwerking gestopt. En dan heb ik eigenlijk een jaar, want dan had ik natuurlijk een politiek etiket. En het is gemakkelijker om van journalistiek naar politiek over te stappen dan van politiek naar journalistiek over te stappen. Oeps. Ja, dus dat weet je ook op voorhand. Je moet daar niet flauw over doen. Dus dat was echt wel moeilijk. En het eerste wat ik heb gedaan is gewoon een ontluizingsperiode. Dan heb ik een jaar in het Beurscafé gewerkt in Brussel. En ook een heel toffe reis gemaakt met mijn rugzak 3 maanden in Bergen. Want ik knik hier nu, het Beurscafé. Wat deed u daar dan anders om te ontluizen? Oh, ik werkte daar in een bar. Hè. Dus echt gewoon werken aan de bar, dat deed u een jaar? Dus gewoon met centen hebben. Hè. Ik woon daar al alleen. Maar ik wist dat ik inhoudelijk... ik kon solliciteren bijvoorbeeld, weet ik, de overheid, maar dan zit het daar weer. Ik wilde gewoon journalistiek, maar ik wist gewoon, voordat ik die stap kan zetten, moet ik gewoon ontluizen en tonen dat ik iets anders heb gedaan. Dus eerst heb ik dat gedaan. Was dat toen een bewuste keuze? Of als u daar nu naar terugkijkt, denkt u, het was nodig om dat te doen? Of wist u toen als jonge gast, ik ga nu even iets anders moeten doen om dan toch die ambitie waar te maken? Ik had dat ook te horen gekregen. Ik had geprobeerd. Ik had geprobeerd en ik weet niet meer. Ik denk dat ik... Pardon. Ik weet niet meer zelfs voor wie of wat dat ik heb gesolliciteerd. Ik denk 2 sollicitaties en dat was gewoon vlak af. Zot. Politiek. Wat en je komt hier solliciteren. Neem jij je eigen serieus? Dus ik had zoiets, dat ga even een tochtje door de woestijn. Dat klinkt veel te zwaar, maar zoiets toch. Want dat wist ik wel. Ik was gedecideerd, ik wil dat doen. Ik wil in journalistiek gaan. En dus dat dan. En dan heb ik eigenlijk ook, want dat is ook het leven. Enerzijds kom ik door je stoute schoenen aan te doen, want daar ben je ook voor een stuk geïnteresseerd, zo de grote verhalen. En gewoon te gaan voor je ding. En no surrender and go for it. En avanti en niet opgeven. Maar je moet ook chance hebben. En dat is met al mijn stappen, waar ik nu ben, is deels door vast te houden en niet los te laten, maar ook met alle stappen, chance. Of, bijvoorbeeld de stap naar journalistiek is, en dat is de Ludwig Verduin, die toen adjunct hoofdredacteur was van De Morgen. En die kende mij eigenlijk van mijn tijd van Bert Anciot.
dat ik onderzoeksdossiers deed, vooral in de fiscale fraude, zo Antwerpia, KB Lux, wat ik naar verwees. Hij deed dat ook. Hè. En dus, die had eigenlijk ja, respect voor mij, voor zo'n jong gastje. Maar die, en ja, na zo'n bepaalde ontluizingsperiode ben ik die gaan opzoeken. En gezegd, kijk, ik heb een idee, een concept in mijn hoofd van journalistiek. En kijk, we kennen elkaar. Wil jij mij geen kans geven? En eigenlijk heeft hij dat gedaan. Hij heeft mij zo 2 artikels laten testen. En dat waren goed. En dan heb ik eigenlijk enorm veel kans gehad. Had ik een concept, waar ik een hele zomerreeks over nu zag gemeengoed. Hè, dat was de G-plek. De geheime plek van ondernemers, belangrijke ondernemers. En dan ging ik naar hun geheime plek. En nu zijn dat zo de zomerreeksen van... Hè, daar in die villa en naar die... Maar toen was dat eigenlijk nooit gedaan. Ik zal ook wel ergens mijn mosterd gehaald hebben, ik weet het niet wat. Maar dat was not done. En ja, door het feit dat ik daar zo'n een sexy titel, de G-plek van... En dan was dat met Jan de Klerk, met Albert Frère, met Maurice Lippes, met allemaal echt de grote van de economie, de Vlaamse economie, of de Belgische economie. En ja, dat was dankzij Ludwig, die hij gewoon heeft gezet. Want op zo'n ogenblik, je bent een jonge kerel, al die mensen van de economieredactie, die daar vastwerken. En de ene volgt die sector, en die hopen jaarlijks op van die sector het grote interview met die CEO te hebben. En ineens komt dan een jong gastje die niks bewezen heeft, meer nog. En plus, die komt uit de politiek een jaar eerder. En die wel start tussen. Dus ik wil er maar zeggen, dat is ook chance hebben. Hoe oud was u toen? 25. Ja. Ja. En dan... 24. Ja, ja. En dan bent u bij de morgen gebleven in eerste instantie? Ja, maar altijd zelfstandig. Ja, dus, altijd als freelancer. Ja. Toen al, ja. Ja, zelfstandig. En dan bent u ondertussen ook naar andere kranten uitgeweken, of voor andere kranten geschreven. En dan uiteindelijk bij Panorama terechtgekomen. Ja, en daar was dan, dus dat is het eigenlijk dan. Eerst 9 jaar of 8 jaar zelfstandige journalist. Boeken geschreven, reeksen gemaakt, maar altijd dus op zelfstandige basis. Was heel plezant, maar niet altijd evident. In de zin vooral financieel niet. Maar ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat is ook mijn meest vrije periode geweest. Mm-hmm. Zo. En dan inderdaad, op een zeker moment is de VRT mij komen vragen met de opstart van een discussieprogramma, Morgen Beter. Dat was een dagdagelijks programma. Eigenlijk of ik niet voor hen in de redactie alleen dat mee opstarten. Is dat gelijk bijvoorbeeld de afspraak vandaag? Ja, of dus dat is eigenlijk de voorloper van wat nu Lieve van Gils, Fara, dat Morgen Beter is voor Fara. Ja, maar dat was hetzelfde, het avondslot. En dat dan gedaan. En ik heb dat gedaan omdat ik dat... Ik had nog nooit een red race van dag tot dag gedaan. Die altijd lange termijn projecten. En ik had die zin voor dat te voelen, wat dat is. S'morgens een leeg blad hebben en elke avond moet een uitzending hebben. En dus dat heb ik een jaar gedaan, maar dan na een jaar wist ik echt wel... Oké, maar dat vind ik niet zo... Dat is niet mijn weg. Mm-hmm. En dus ja, dan ben ik inderdaad... Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Heb ik toch wel bij de VRT terug de lange termijn projecten. En dan de meest lange termijn was Panorama. En dan daar 4 jaar aan de slag. En dat was altijd als onderzoeksjournalist. Dus u maakte dan de reportages? Ja, samen met mijn collega. Altijd mensen, waren Peppy en Kokkie. Ja. Als het ware, altijd 2. En u deed dat ook vrij goed, neem ik aan. Want jullie hebben de Dexia persprijs, als ik me niet vergis, gewonnen. Voor welke aflevering of uitzending was dat? Dat was voor de Pax Electrica, Pax Electrabel. Dus dat was over het geheime deal van de regering met Electrabel. Mm-hmm. Dus ja. Ik ga zo dadelijk even terugkomen op de fijne lijn tussen journalistieke vrijheid en de lijn overschrijden. Want als ik u hoor, u gaat graag diep op dossiers in, maar het zijn wel altijd dossiers, dus u zegt fraude en adoptiedossiers waar af en toe moet oppassen met menselijke gevoelens, denk ik, emoties. Een heel stomme vraag misschien, was het verschil tussen een reportage en een documentaire? Oh. Weet u dat? Want ik weet het zelf niet. Ik vroeg het mij in de trainer hier af. Nee, eigenlijk niet. Ik denk
Nee, dat weet ik al niet. Maar allee, weet ik niet, maar mij klinkt documentaire, klinkt bij mij altijd, want ik denk dat ik geen documentairemaker ben. Allee, ik denk, zo zou ik zelf nooit, omdat dat voor mij een heel persoonlijke approach is. Een documentaire, zo echt dat terwijl een reportage, klinkt mij meer afstandelijker. Maar ik ben ook, dat is het ook, daarom, allee, dat is misschien ook weer afwijken. Dat is eigenlijk grappig, want ik ben voor de VRT beginnen werken, maar ik ben geen tv-kijker. Ook ten voordien niet, vandaag niet, maar ook niet toen ik er werkte. Als ik op een maand 1 uur televisie kijk, ook ten tijde van VRT, nu mag ik dat zeggen, is dat veel. Zo, ik snap die taal, ik begrijp die taal, maar ik vind dat vaak geen boeiende taal. Ja. Maar het was niet omdat u erin zat, gewoon omdat u eigenlijk weinig interesse in tv of televisie had. Dat is een bevestiging heb ik ook gekregen toen ik er werkte. Ook al was zo op de VRT, zoals overal, dan gaat het vaak over kijkcijfers. En soms, dat is dan weer een beetje afwijken, maar toch, de onderwerpen dat we voorstelden, onze chef was daar zeker niet mee akkoord, vaak niet mee akkoord, want die zei, daar gaat niemand naar kijken. En dan bleken die de beste kijkcijfers te hebben, omdat mensen zijn niet dom. Ook al is er iets niet, wordt er niet over gesproken, maar mensen herkennen wel zelf dingen. Maar dat is even afwijken. Ook al had het dan de beste kijkcijfers en was ik daar zelf wel eigenlijk tevreden over de structuur en zat dat goed. Bij elke reportage heb ik dat gehad, dat ik eigenlijk wist, maar dat heb ik niet kunnen vertellen, dat heb ik niet kunnen vertellen, dat heb ik niet kunnen vertellen. Want met televisie, je zit veel vast aan een structuur dan dat je met een boek of geschreven pers. Je moet het op beeld hebben. En als je het niet op beeld hebt, kun je het niet vertellen. Ook al heb je het zelfs op papier, je kunt dan wel sommige dingen zo, je kent dat dan wordt er een papier gefilmd, maar je kunt niet een hele reportage, terwijl dat het daar eigenlijk wel over gaat, je moet het kunnen. En dus, eigenlijk vond ik dat zo, eigenlijk frustrerend elke reportage. Enerzijds wel fierheid, en ook een heleboel dingen dat we toch aan de kaak hebben kunnen stellen of naar boven hebben kunnen brengen. Maar aan de andere kant, met elke reportage was het eigenlijk van shit, A, B, C, D en E zit er allemaal in, terwijl dat heel belangrijk is. Ja. U haalde daar straks Roger de Klerk aan. U bent dan, om het kort te houden, eigenlijk naar de mensen rondom hem eerst gestapt om dichter bij hem uiteindelijk te komen. En het was dat wat ik net wou vragen. Hoe beslist u voor uzelf als journalist wanneer u te ver ging? Of dat u dacht van oei, hier moet ik oppassen met de gevoelens of gedachten van die personen. Hier stopt het journalistiek en gaat het gewoon over eer of emotie. Voor uzelf. Voor u, waar dat u heeft een moment gehad dat u zegt, hier moet ik echt wel oppassen. Niet zozeer om uw fysieke integriteit of zo, maar vooral om het ideologisch en meer van, is dit wel wat ik moet doen? Is dit dan journalistiek om het zo ver te drijven? Ja. En misschien een voorbeeld geven. Bij de aanslag op Charlie Hebdo werd er direct het filmpje waarin de agent Ahmed doodgeschoten. Dat stond direct overal en dat was overal op het nieuws te zien. Ik had het daar op dat moment moeilijk mee, want omdat de familie misschien zelfs nog niet op de hoogte was. En iets later in Parijs hetzelfde, een reporter van de CNN die op haar Twitter zet dat mensen de Bataclan sms'en sturen naar hun nabestaanden en één voor één worden neergeschoten. Dan lijkt het mij, denk ik, moeilijk als ik dan weet dat mijn broer of moeder, of maakt niet uit, daar zit. En ik weet niet wat er gaande is, maar er zit wel een reporter. En ik heb alle respect voor zo'n medium en de vrijheid, en ik vind dat op zich positief. Maar ik vraag me echt af of die reporter dan achteraf denkt, had ik dat nu echt met de wereld moeten delen? Want het is misschien belangrijke informatie, maar ik denk dat niemand die niet weet wat er met zijn nabestaanden gebeurt, wilt lezen op Twitter dat ze berichtjes zijn aan het sturen en gefusilleerd worden. Dus dat is zo wat de context van de vraag. Heel duidelijk. dat is heel persoonsgebonden natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook een logisch antwoord. Maar nee, dat is heel persoonsgebonden. Bijvoorbeeld, eerst een stukje misschien mezelf. Want als journalist kun je echt wel iemand met de keel grijpen. En dat is zelfs heel gemakkelijk.
En voor mezelf heb ik dat altijd als stellenregel gedaan. Als ik iemand aanval, moet ik eerst de kloten hebben om het in uw gezicht te zeggen. Voordat ik het naar buiten breng. Dus heel concreet met mijn boeken, hè, bijvoorbeeld over de clubs, hè, de littenclubs, maar ook over de 70 hè, West-Vlaamse families dat ik in kaart heb gebracht, et cetera, et cetera. Er zijn een aantal families heel hard in aangepakt, maar ik denk correct. Maar voordat dat boek gepubliceerd is, hebben al die families, sommige werkten mee op voorhand en hebben kunnen interviewen, een aantal onder de West-Vlaamse geslotenheid, geen pottenkijkers, interviewen en de journalist zei de zot. Dus, en dan zei ik ook, ik ga mijn werk doen, je wilt niet meewerken, dat is uw recht. Maar het is zo belangrijk, ik ga mijn info zoeken over u. Maar ook al heb je niet meegewerkt, heb ik wel aan al die families opgestuurd en laten zien van, kijk, dat schrijf ik over u. En waarom is dat heel belangrijk? Omdat je soms moet, dat is ook een taak van journalist, moet je soms positie nemen op basis gezoekt, je doet je werk goed. En je moet durven zeggen ook soms van, kijk, je bent een fraudeur. Of daar zijn ze niet correct geweest, of daar dit en daar dat. Maar ja, als je u weet, ik kan het eerst in uw gezicht en die mensen gaan naar me terugkomen, dat is gewoon een one-to-one. En dan moet je maar sterk genoeg in uw schoenen staan, Jan, om dan aan te gaan. Maar dan weten ook, terwijl dat verwijt ik soms een heleboel journalisten, en dat zie je heel vaak, is dat ze gewoon hun werk niet goed doen. Maar ook gewoon overdreven of keihard op de man takkelen zonder een argument of insinueren. Dat vind ik, gebeurt heel vaak, insinueren. Dat kan niet. En met Panorama deed ik dat ook. Met Panorama over Electrabel, maar ook even goed over de banken of zo. Dan organiseerde ik en dan waren soms mijn collega's of mijn baas was aan het vloeken. Want dat is altijd tegen de deadline. Maar dan wat gebeurde dat? Oké, toen was het nog Panorama op zondag. Soms, oké, vrijdagnamiddag, ik organiseer een sessie. En de ene woordvoerder na de andere van de bank staat te wachten. Samen met een van de juridische diensten. I don't give a fuck. Maar ik wil dat eerst dat zien. Want waarom is dat belangrijk? Omdat je dan je eigen eigenlijk niet gaat censureren. Maar dat je weet dat je gaat just zijn. Je gaat ook niet in overdrive zijn. Je gaat ook niet dingen zeggen omdat je eigenlijk weet van, ja, nu zeg je, bent een fraudeur. Of, ja, ze frauderen altijd. Dat is wel een... Mm-hmm. Allee, begrijp je? En dat gebeurt heel. Bijvoorbeeld, dat is ook een van de redenen waarom dat ik eigenlijk met journalistiek ben gestopt. Dat ik dat vond dat een bepaalde richting uitgaat. En dat is sindsdien ook niet verbeterd. Dat ik mij dat gewoon globaal, ik zeg niet alle journalisten, maar gewoon globaal hoe journalistiek vandaag is, is voor mij te insinuerend, te weinig gebaseerd op onderzoek, te snelle conclusies, te vloed, te oppervlakkig, te bedweterig, te... Ja, niet mijn wereld. Mm-hmm. Zijn er momenten geweest dat u dacht, nu moet ik excuses aanbieden? Nu ben ik die persoon, heb ik al desondanks dat systeem wat ik inbouw, toch te ver gegaan? Ik denk dat niet. Ik heb nog nooit gehad een gevoel of... Dat klinkt nu, want eigenlijk wil ik het zo niet. Dat klinkt eigenlijk heel dikke nekkerig, precies. Maar het is niet. Ik heb eigenlijk van niks spijt. En zelfs met echt mensen... die ik echt niet lief misschien ben tegen geweest, maar ik ben wel altijd respectvol geweest. En een aantal heb ik nog altijd zelfs achteraf gezien, een aantal zijn zelfs maten. Allee, is veel geworden, maar nu ook als journalist heb ik altijd een afstand bewaard, omdat ik dat vind dat je met je onderwerp niet vriend mocht worden. Dat is een part of the job. Misschien ben ik dat zwart-wit in, maar ik vond dat. He, dus zo te dicht aanschurken of vrienden worden van industriëlen. Nu is dat voor mij veel gemakkelijker. Nu, I'm one of them, een hele kleine, maar ik mag amicaal zijn. En ik ontmoet dus ook mensen die ik vroeger eigenlijk hard heb aangepakt. En die eigenlijk, dus daaraan merk ik, die eigenlijk mij niet vergeten zijn, maar die zeker niet, zo. En, allee, eigenlijk met respect. Ja. En
Heeft uw verleden de politiek u daar ooit parten gespeeld? Bent u daar zelf ooit op aangepakt geweest? En als journalist dan? Ja, er zijn er een aantal geweest die me daardoor op basis daarvan hebben proberen. Vooringenomenheid. Of, allee, zo van, maar niet zozeer, want dat is niet vooringenomen dat ze mij beschuldigen van voorin. Maar dat, eigenlijk om de toegang. Maar dat, heeft maar, hè, dat is niet de morgenperiode geweest. Dat is helemaal in het begin. Nadien heeft mij dat eigenlijk geen parten meer gespeeld. Mm-hmm. Hoe reageerde u daar toen op? Je m'en fous? Of ja, ging u daar echt op in? Of? Nee. Bakkenstoel en gewoon touw white over. Bijvoorbeeld een van de sprekers dat ik nu vertegenwoordig, de journalist, dat was toen een van mijn grootste, die alle registers opentrok toen, om dat te verhinderen dat ik bij de morgen kwam. Maar no hard feelings, hè. Zo. Mm-hmm. Bestaat volgens u, of wat u net aanhaalt, vind ik wel interessant. Wacht even nadenken dat ik het ga zeggen. Ik ben het zelfs kwijt. Niet erg, man. Dat is het voordeel van audio. Ja. Nee, ik denk dat u zegt net dat u in het begintijd van de morgen dan eventueel, of als u dan al werd aangepakt, dat het dan was. Is het vandaag de dag, ja, dat was de vraag, is het vandaag de dag voor journalisten of mensen die actief zijn moeilijker om opinie te schrijven of onbepaalde thema's aan te kaarten, net omdat iedereen blijkbaar maar een mening heeft en iedereen elkaar maar afbreekt? Of is dat geen excuus? Dat is geen excuus, dat is het juist. Allee, dat is misschien heel scherp, hè. En nog eens, hè, want ik wil niet dat overkomt. Er zijn echt journalisten die echt degelijk werk doen. Hè. Dus het gaat zeker niet over allemaal, maar het wat voor mij, hè, althans... En dan, hè, het probleem momenteel is dat er juist zoveel opinies zijn, maar het is gewoon gekakel. De fond, ik ben een diehard van The Economist. Ik luister 's morgens elke... soms, hè, ik begin op een RTBF te luisteren, La Une en naar de VRT. En ik ga gewoon weg naar BBC op de radio. Dus het kan. Je kunt goeie, The Economist, waar een hele week de gazetten vol van staan, maar waar je op het einde van de week nog altijd niet snapt, waar gaat het hier over? Ik slagen zij op een halve pagina, dat je het snapt. En dus dat toont aan, heeft dat met middelen te maken? Nee, onze media in Vlaanderen die zijn verslaafd aan gekakel, aan de ene zegt A, wat zeg jij B? Maar de journalisten zelf, want ze doen niet hun werk wat ze moeten doen, namelijk zeggen, ik zal zelf eens eerst gewoon naakt, zonder standpunt, dit is het kader, dit is pro, dit is contra, en nu laten we pro en contra aan het woord. Maar het is gewoon over en weer van mening, spuierij, soms gedegen, maar soms ook dat ik zoiets heb over... Hier wordt gediscussieerd. Ah, ik snap hier niks als lezer van. Allee, je snapt wel, maar als je het zou zuiver baseren. En B, over wat gaat dat eigenlijk? Allee, zo. Mm-hmm. En dan zuiver de berichtgeving. Dat begrijp ik echt ook niet, maar dat was toen ook al. Maar dat vind ik ook nog meer toegenomen. Er zijn keiveel schone, echt onderwerpen te maken, maar die gewoon links worden laten liggen. Terwijl bepaalde onderwerpen, dat je dan niet snapt... hoogte van managerslonen. Ja, en zo heb je nog een heleboel onderwerpen. Elk jaar komt dat dan weer eens een periode. Het is weer de scheet van de week. We gaan weer een week of een week en een half. En pro-contra. En dan is het weer een jaar over. Maar je weet dat dat terugkomt. Ook, allee, in 2016 hebben we het nog niet gehad. Maar we zijn ook nog maar jong. Maar zeg maar zeker, binnen 6 maanden zullen we er wel weer terug over bezig zijn. Sorry, ja. Ja, nee, ik was aan het denken. Bestaat volgens u dan de term riooljournalistiek? Of zijn dat gewoon journalisten die ook onderzoek doen, maar dan op hun manier? Nee, riool... Ja, nee. Want dat is het ook niet. Dat klinkt negatief. Het is gewoon, ik denk... Allee, hoe dan ook, ik zal het anders zeggen. Als je optelt hoeveel journalisten... Nou, dat is nu beperken dat we ervan uitgaan dat Vlaanderen en Wallonië 2 verschillende landen... Want het is ook dat hè, ik volg de beide, maar het zijn 2... Over onderwerpen, totaal verschil, ook benadering zelfs. Kijk nu eens naar Vlaanderen. Als je zou optellen hoeveel journalisten hier zijn,
Terwijl de VRT-journalisten, ik denk dat er al 400 of zoiets zijn. Weet je, er zitten zeker aan boven de 2000 mensen. Allee, en daar spreek ik nog niet over. Wat is de output van die 2000 mensen? Ik vind dat ondermaats. Als je bekijkt naar de output, en dan spreek ik niet maar over wat leerde als lezer of kijker over uw samenleving. Dat is ondermaats. En dat kan beter. En dus dat heeft te maken voor mij ook met een bepaalde visie van organisatie op werk. Of wat brengen we niet. En volgens mij worden de journalisten, zijn die niet, dat die niet kwalitatief zijn, of toch een pak niet, maar worden die op verkeerde dingen ingezet. Of denken die van zichzelf, het moet zo'n soort berichtgeving zijn. Terwijl, ja, dat ik heel hard het gevoel heb, what they give us is not what we want. Of wat we nood aan hebben. Mm-hmm. Is er een journalist die bij u direct in uw hoofd ziet als ik vraag wie eigenlijk een van onze betere journalisten is? Die echt zijn werk goed doet? Misschien iemand die niet zo bekend is bij het grote publiek. Voor mij is, dat is mijn groot voorbeeld natuurlijk ook. Hè. De naam is al gevallen, is Ludwig Verdun. Dat was echt, het verhaal van Ludwig is gekend. Dat was adjunct hoofdredacteur bij De Morgen. Maar die deed ook de dossiers over KB Lux. En daar is hij ook op gevallen. Dus hij heeft een echte fout gedaan. Heeft op een zeker moment, zijn informant heeft hem altijd goede rekeningnummers van allerlei syndicaten en machtige groepen en machtige families. En op een zeker moment heeft zijn informant bewust om hem te pakken, een vervalste, zogezegd over Didier Reinders, dat hij ook een rekening had in KB Lux, terwijl dat niet was. En dus Ludwig Verdun, zijn verhaal was over als journalist. Maar dat was wel een goede journalist, die heeft schone dingen gedaan. En dan, ondertussen, het is niet dat hij over, hè. Dan is hij, dat is ook een mooi verhaal van weerbaarheid als mens, is hij gewoon, in plaats van in zakken en as te zitten of na te schoppen, is hij gewoon begonnen met Actua TV, wat ondertussen ook al meer dan 10 jaar bestaat. Mm-hmm. En ondertussen schrijft hij nog, zijn de 200 rijkste Belgen, om het jaar brengt hij uit, om de 2 jaar. Die doet schone dingen, is nu zelfs met een nieuwe website bezig, de rijkste Belgen. En je ziet dat ook, dat is de klasse van Ludwig Verdun. Dat hij daarmee een heleboel, die vlooit het staatsblad uit. En die komt daar met keiveel primeurs. Hij werkt er alleen aan. Terwijl de Tijd, de krant De Tijd, die hebben keiveel journalisten. Dat is hun target. Hè? En hij slaagt die nog af in om keihard vaak voor te zijn. Dus dat toont ook de kracht van zo'n... dat een goede journalist is. Mm-hmm. Voor iemand die bewust op zoek wilt gaan, los van de leeftijd, naar kwaliteit... journalistiek. The Economist, absolute referentie. Ja. Tegenstelling tot de naam. Dus je moet altijd weten met elk blad natuurlijk. Waarom je het leest ook. Ja. Wat je leest, maar ook wat het is. Dus The Economist, maar daar hou ik van. The Economist is heel liberaal. Echt heel ultraliberaal. In hun standpunten. En daar ben ik het vaak totaal niet mee eens. Hè. Maar met hen is heel duidelijk, die scheiden dat ook heel duidelijk. Het vaste pagina's waar ze hun ultraliberaal gedachtegoed spuien, soms dan, stop, hè. Maar je weet het. Maar het is dan ook duidelijk, als je dat leest, je weet al op voorhand, ja, dat standpunt. Maar de rest is zo analytisch, zo ook afstandelijk geschreven. En in tegenstelling tot de naam The Economist, hè, gaat niet alleen over economie, dat is pas na pagina 50. Maar de eerste 50 pagina's gaan over hoe zit... En dan altijd goede artikels, sommige heel kort. Maar ook van, ja, per regio, wat in Europa, dit in dat land. Wat in Zuid-Amerika, in die en die landen. Zo, dat is ongelooflijk. En heel afstandelijk. En je krijgt echt een inzicht. Dat valt mij elke week op. Wat ik daar straks zeg, van... hoe ze... in slagen zoveel lettertjes te schrijven zonder dat het essentiële te vatten. Waardoor dat je het als lezer zoiets hebt van... Ja, over wat gaat dat? Allee,
Dat leest vlot, hè, zo'n artikel dan in de Morgen, de Standaard en gaat zo, maar het gaat daar niet over. En je leert er wel iets uit, maar de klepel krijg je in heel veel gevallen niet van de journalisten. Mm-hmm. Nederlandstalige referenties? Ik ben echt, ja... Ik ben natuurlijk, in tegenstelling vroeger, las ik veel meer. Ik ben nu al blij dat ik dagelijks mijn gazette of... nadat de twee radiozenders wel luisteren, langs beide landshelft. En wekelijks, die Economist meer... Mm-hmm. Ook niet bij de Noorderburen? Ja, wel, dat is, hè. Ik denk wel, hè, als je dat leest, maar ik lees niet omwille van tijdsgebrek. Maar als ik eens in Nederland ben of zo, ja, dan je hebt dan zo... dan zie je wel dat daar natuurlijk een ander... Ja, dat die toch wel nog een... wij zijn... maar ik zou ook niet zeggen Nederland is Champions League. Maar allee, het verschil tussen de Jupiler Liga, Pro League en de Hollandse is toch ook nog aanwezig. Maar niet zo'n verschil, vind ik eigenlijk. Het is veel meer The Economist, of eigenlijk ook als je de... Dat gebeurt dan ook eens in, maar dat is misschien enkele keren per jaar. Dat is een Britse krant, een kwaliteitskrant. En dan zit het toch ook wel weer, wauw, dat is chic. En online media, gelijk bijvoorbeeld De Correspondent, die zich dan afscheuren en dan... Maar dat zijn goede initiatieven. Ik denk ook gewoon, en dat is het voordeel met deze tijd natuurlijk, is gewoon dat is een beetje zo van vroeger, het idee van hoe kranten ontstonden. Hè? Zo, ieder theehuis, of... Dat is veel meer. En in dat theehuis kwamen de die samen. En dat. En natuurlijk nu met deze tijden, het is niet een theehuis, en in achterkamertjes dat ze zich organiseren, het is just anders. Maar je kunt wel veel gemakkelijker je doelgroep organiseren. En De Correspondent is dan een mooi voorbeeld. Maar ook De Wereld Morgen, ook Apache. Allee, dat zijn allemaal op zich goede initiatieven die het rijker maken. U heeft veel begrip voor journalisten of de artikels die bijvoorbeeld in The Economist komen. Hoe zou u uw eigen journalistieke stijl beschrijven? Toen u nog als journaliste actief was? Dat vind ik een hele moeilijke. Ja, maar dat is ook heel... Dat is divers. Ik heb reeksen gemaakt, interviewreeksen. Dat is iets anders natuurlijk dan dat als je echt een portret maakt meer van... In een boek of voor een artikel. En dan panorama, dat was echt weer eerder over bepaalde thema's die eruit ligt, zo heel specifiek. Dus, ja, eigenlijk niet. Maar ik denk wel zo, ja, ik probeer toch verschillende laagjes. Laagjes krabberij. Voilà, dat is misschien nog een goede naam. Zo, door verschillende lagen heen gaan. Van de mensen waar dat u rondom werkt. Of de onderwerpen. Of de onderwerpen. Verplichte literatuur die elke journalist zou moeten lezen en elke niet-journalist? Is er iets wat u echt iedereen zou moeten aanraden? Nee. Ja. Nee. Allee, ja, er zijn keiveel dingen die voor mij wel, maar dat is heel persoonlijk. Of ja, niet voor als journalist of wat je echt moet gelezen hebben als journalist, nee. Er is geen referentie waarvan u zegt, als elke journalist dat nu zou lezen, zouden we al 20% beter scoren. Nee. Persoonlijk, zijn er boeken die... Nee, je moet lezen, dat is eerder als journalist. Okay, ja. En dat is mij heel hard opgevallen. Dat is wel, als ik... Dan ging ik mijn huiswerk, ik deed mijn huiswerk heel diepgaand. En dan merkte wel dat een heleboel dat niet doen. Of sommige journalisten eigenlijk weten al in hun hoofd welk verhaal ze willen vertellen voordat ze er zelfs iemand hebben geïnterviewd. En dat merkte ook. En dat is zo... Ja, dat is, maar dat is allemaal persoonlijk. Dus ja, uw huiswerk doen, dat denk ik wel, is heel belangrijk. En... Mm-hmm. Even kijken, ja. Ik ga de laatste vraag over journalistiek stellen, want en dan gaan we naar het volgende, naar Read My Lips. Ben ik niet uitgebreid aan het vertellen, man? Nee, ik heb tijd. En, ja. De files in België blijven talrijk. We kunnen nooit maar is dat wat je zoekt? Een week file volpraten. Maar is dat wat je zoekt? Okay. Ja, volledig. Okay. Ik vind het zelf goed, en dat is per definitie ook hetgeen dat ik zoek, dus okay. Bij deze... Ja, u werkt dan 10, kleine 15 jaar als onderzoeksjournalist, of een totaal journalist.
hoe is dan toch die overgang gegaan naar het zelfstandige, naar Read My Lips? Ja, dus in die zin, dat is ook gewoon... ik merkte gewoon dat ik het laatste jaar bij de VRT ging echt niet. En dat is gewoon door een conflict met eigenlijk een chef over zienswijze op journalistiek. En dus dat heeft er eigenlijk zo'n zwaar conflict geweest. Dat eigenlijk mijn... Ja, dat eigenlijk niet meer ging. Dat was echt... En dat, maar ook niet meer ging dat ik ook een aantal dingen heb zien gebeuren op de VRT. Die deontologisch totaal over de schreef waren, die ik intern heb gemeld. Want ik ben dan ook wel loyaal, ik ga dat niet naar de buitenwereld brengen. En dat is ook intern onderzocht en klopte, maar gebeurde niks. En dus eigenlijk heeft dat mij gezorgd, en dus, maar waarom leg ik dat uit? Omdat dat eigenlijk mijn geloof in journalistiek heeft doen wankelen. Namelijk in de zin, vroeger was ik fier om te kunnen zeggen, ik ben journalist. Maar als je op een zeker moment, je doet een bepaalde job en je schaamt je eigenlijk om te kunnen zeggen, ik ben journalist, dan weet je ook dat je een tijd... Er is een tijd van komen, is ook zeker een tijd van gaan. En dus ik wist, ik moet hier gewoon weg. Ik weet niet wat ik ga doen, ik weet niet wat ik kan. Want na 14 jaar journalistiek, wat kun je? Ja, je kunt een artikel schrijven, je kunt onderzoeken, je kunt dat. Fijn is wat. Dus het eerste wat ik heb gedaan, is gewoon mijn ontslag gegeven. En zeggen, dat is het eerste. Dan, was een heel toffe periode, heb ik ook besloten van, dat is voor een stukje spooky, hè, maar dat komt in orde. Maar eerst uw hoofd leegmaken, want dat is zo'n negatief gevoel, met negatieve gevoelens, dat je nu toch niks kunt zinnig zoeken. Want je weet niet wat je wilt of kunt, maar je wilt, ja, zo. Dus dat heb ik ook gedaan. Echt die knop afgezet. En twee kindjes hebben wij. Dus echt eerst een half jaar wassen, plassen, koken en heel de reuten met teut. En dat was heel fijn. In die periode ook geen enkele keer nieuws aangedaan. Zelfs niet The Economist gelezen. Geen enkele keer niks. Was kei zalig. In een half jaar niks nieuwsconsumptie. Dat is eigenlijk afkicken. En dat was plezant. En dan na een half jaar of 9 maanden... het eerste wat ik heb gedaan, dat is kei grappig, de staatsveiligheid was aan het solliciteren, zocht mensen. En dan had ik iets, ja, dat wil ik wel doen, want ja, ik denk dat ik wel kan onderzoeken. Ik denk dat ik ook zelfs goed kan infiltreren. Maar ja, dat vond ik ineens, ja, dan kan ik toch democratie dienen. Klinkt misschien heel belachelijk, maar ik meen dat. Staatsveiligheid is nodig, ja. Dus dat leek mij echt een job van, ja, daar kan ik achter staan. Dat is, en je kunt zoveel onderzoeken, en dat moet zelfs niet een format van 45 minuten of een boek, je moet gewoon in doog houden. Maar fijn is wat, dat heeft, heb ik alle rondes doorstaan, tot de laatste ronde. En dan zeiden ze, en ze hebben ook gelijk, denk ik gewoon, dat ze zeiden van, ja, maar ja, als je hier mistoestanden gaat zien, ga je wel echt... in het gareel blijven lopen. En eigenlijk denk ik dat ze mijzelf veel beter leerden of kenden dan dat ik zei van, ja, ik kan dat, maar fijn is wat. En dan heb ik besloten van, oké, dus dat was ook een doodlopend pad. En dan eigenlijk zijn we beginnen fantaseren, zo. Een vrouw en ik besloten, zij zat eerder in een andere wereld, eerder zo. En eigenlijk zat zij ook wel van, ja, ook wel goesting voor het ondernemen. En dan zijn we over een heleboel dingen beginnen fantaseren. En dat was het ene het andere idee dat kwam. Het ene al beter dan het andere, en het andere al stoemer dan het andere. En het ene was een heel leuk idee, maar was, als je daarover nadacht, kon je nooit een markt van maken. En ga ze maar door, dus dat was een heel creatieve periode. En dan uiteindelijk is het eigenlijk Read My Lips geworden. En dan zijn we daarmee gestart. Wat was de achtergrond van uw vrouw? Mijn vrouw heeft altijd in de advocaatwereld gewerkt. Ellen en Overy, zakenadvocaten. En dan is die... gespecialiseerd in telecom, en toen had Tele2 een vroegere telecomoperator op de Belgische markt, is zij in het management gestapt, en op dat ogenblik was zij voor politiek aan het werk, wat grappig is, want zij adjunct kabinetchef bij Van Quickenborne. Maar zij was de enige, zij is Franstalig, zij was de enige Franstalige daar, dus zij had geen partijkaart, maar echt omwille van haar kennis voor telecom. Mm-hmm. Dus, en dan richten jullie samen Read My Lips op, ja. In 2011. Jops. Ja. En
dan stel ik mij de vraag, heeft u die sprekers vanwege uw netwerk of heeft u netwerk vanwege uw sprekers? Was het een logische beslissing zo van u beiden om dan toch dit te gaan doen? Ik zocht wel iets. Dus Read My Lips, want mijn vrouw is ondertussen er ook mee gestopt. Hè? Dus zij is er, dat was toch niet echt haar ding. Maar Read My Lips is op zich wel mijn ding. Van wat ik zeg daar straks, dat is mij inhoud bezig blijven. Maar alleen, ik doe het zelf niet, maar ik bied gewoon mainstream aan, against mainstream, links, rechts. Sociocultureel business. En dat vind ik fijn. En ja, ik vind dat fijn dat die mensen, dat ik eigenlijk hun help, dat zij zich enkel daar moeten mee bezighouden, maar al dat praktisch niet, de rest niet. En ja, samenlevingsgewijs vind ik dat toch wel een heel fijne bijdrage voor mezelf dan. Dat als je dan weet, van ja, al die mensen die moeten aan die 10 seconden quote, die krijgen echt de tijd om hun visie uit te leggen. En dan is het aan de toehoorder zelf om rechtstreeks vragen te stellen. Er wordt niet in geknipt. Dus je kunt echt, ik vind dat ook voor mezelf fijn. Ik luister heel veel, ik ga heel veel sprekers gaan beluisteren, ook gaan scouten. Dus voor mezelf is dat een toffe job. Maar ook als je beseft van jaarlijks wat je bereikt, hè, van samenlevingsgewijs, sommige sprekers, ja, die gaan keiveel gaan spreken voor ons. En als je dan uitrekent gemiddeld x aantal mensen per jaar, per sessie, dus gemiddeld per jaar, zijn dat zoveel mensen dat die MSM-boodschap bereikt, dat geeft mij plezier. Dus, het is dan blijft wel een commercieel bedrijf. Ja, ja nee, nee. Ja, en dus dat is de... Het is geen VZW. Nee. En dus dat vind ik... Maar dat is voor mijn eigen... En dat is wat we daar straks ook... Ik denk eigenlijk... in het begin zeker het commerciële was mij vreemd. Ik begin gewoon wel mijn bedrijf. En ik ben wel vanaf het begin commercieel geweest natuurlijk. Maar ook... Ja, het maatschappelijke zit veel evidenter in mij dan het zuiver commerciële. En dus ook de afgelopen... 4 jaar is dat, vind ik dat een enorm plezante tocht voor mezelf geweest, om dat eigenlijk geleerd te leren. Karen en Hilde doen dat nu voornamelijk, maar ze verkopen. Ik had nog nooit iets verkocht. Ja, nu, ik doe eigenlijk niks anders dan onderhandelen en over. Het beste voor op basis van de handleiding van elk van onze mensen die verschillend is. Die heel individueel is, maar echt een deal maken. Mm-hmm. Dat ik weet van, mijn spreker gaat tevreden zijn en gaat zeggen, goed gedaan. Dienen jullie vooral de sprekers die... publiciteit zoeken is veel gezegd. Maar wie ziet u als de voornaamste klant? De spreker die een opdracht zoekt? Of de bank of wie dan ook die een spreker zoekt? We hebben 2 klanten, dus dat is heel eigenlijk... Dat is het, ik weet niet het unieke, maar er zijn heel weinig businessen die 2 klanten moeten bedienen. We moeten inderdaad onze eindklant die de factuur betaalt, die de spreker boekt, met kei tevreden zijn en zeggen van wauw, service bij Read My Lips, stop. En die hebben mij geholpen, die hebben meegedacht met mij in functie van het event, wie er in het publiek zat, van wauw, Read My Lips, I like. En anderzijds, onze sprekers moeten ook kei tevreden zijn. Dus we moeten 2 klanten tevreden zijn. En onze sprekers moeten ook zeggen, ja, amai, ja, het sinds dat ik bij Read My Lips ben, ik heb rust, of ik krijg, ik ben dan boven aan spreken, dat ga ik nooit kunnen zonder hun. Mm-hmm. Toen jullie het bedrijf dan oprichten, had je toen al een lijst met die en die mensen zijn sowieso in, of begonnen jullie vanaf nul? Het was vanaf nul. Maar natuurlijk, dat is een stukje voordeel natuurlijk, dat je wel als journalist een aantal mensen kende. En dus dat begint eerst mee. Gewoon. En ja, eenmaal dat je dan hebt een aantal, kun je dan ook... Bijvoorbeeld mijn eerste echte onbekende was Jan Verheijen. Ik had daar nooit mee gesproken. En ja, dan, maar je hebt er een aantal al. Je bent in het begin. En dan is dat ook... wij kennen elkaar niet. Dat is mijn idee. Ik heb geen website, ik heb niks. Dat is mijn idee. Mag ik uw agent zijn? Maar een die, doe al mee. Even voor de nummers. Jullie hebben er nu 150 à 200 onder contract, mm-hmm. als ik het zo mag zeggen.
Als u zegt een aantal, hebben we het dan over 5 mensen die er in het begin bij betrokken waren? Over 10, over 20? Nee, ik heb bewust. Dus 2011 ben ik op de markt gekomen, juni 2011. Maar eigenlijk het jaar, idee de lancering, is een jaar eerder. Exact een jaar eerder. Dus heb ik besloten, ik ga dat doen. En dat is exact een jaar eerder. En eigenlijk heb ik gewacht een jaar. Waarom? Omdat ik voldoende portefeuille wil hebben. Ik wou niet begonnen met 5 mensen toen met de lancering, of 10 mensen. Dus bij de lancering, denk ik, waren er 60 mensen op de website. Omdat je dan nog ineens ook een bepaalde massa hebt van, wauw, voor de klanten, dat ze genoeg kunnen kiezen. Maar ook dat ineens serieus, ook business-wise, dat je het voldoende kunt leveragen om genoeg omzet te... Allee, met oog op in het begin, weet je dat niet. Dat je genoeg te bewerken. Mm. Dus jullie hadden wel een 60-tal mensen, ja, in de portefeuille om dan verder aan te bouwen? Ja, ja, dus met de lancering in een jaar in alle stilte daarop gewerkt, eigenlijk om die 60 te verzamelen. Mm-hmm. Ja. Hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? We krijgen een commissie. Ja, je krijgt een commissie van het totale bedrag dat, ja, de eindklant betaalt. Ja, ja, dus, ja. En dat is transparant naar onze spreker. Ja, dus, oké. Okay. Hoe vaak spreekt een gemiddelde spreker? Dat verschilt. Ah, oké. Okay. Dat verschilt echt. Sommige, dat is ook, hè. Sommige mensen zijn amper te verkopen. Hè. Dus zo zitten er ook een aantal bij ons. Daar hebben we... Het klinkt enorm cru, maar eigenlijk, ja. Ik, het is zo. Ja, het zal zo zijn, ook, ja. Het klinkt misschien grappig, maar wij zijn... dat zeg ik ook soms, maar we zijn... onze sterkte is juist ook naar onze mensen juist heel menselijk te zijn, maar eigenlijk doen wij mensenhandel. Onder een volledige witte vorm en gelegaliseerde vorm. Maar dat is, wij doen de handel eigenlijk in mensen, wij vertegenwoordigen. En dat maakt het ook boeiend. Maar dat is dan nog iets anders natuurlijk. Maar sommige mensen, dat merk je gewoon, zijn gewoon, en we hebben daar ook fouten in gemaakt in het begin. Bijvoorbeeld ikzelf, je hebt die aan het werk gehoord. Kei interessant, kei, maar toch niet te verkopen. En waarom? En dat heeft met verschillende dingen te maken. Hebben we ook met schade en schande moeten leren. En om een aantal dingen en niet in volgorde. Bekendheid is superbelangrijk. Ik dacht in het begin, ja, oké, mensen gaan natuurlijk voor een stuk bekendheid willen, maar ze gaan toch ook wel soms onbekende mensen. Het is heel moeilijk om soms... Mm-hmm. Dus dat is bijvoorbeeld een heel simpele, maar alle organisaties, ja, willen bekende mensen. Ook hebben we ook gemerkt, als we te niche onderwerpen hebben, mag je niet doen, je moet algemeen gaan. Te niche onderwerpen werken niet. Toch niet om een businessmodel echt aan de gang te houden. Ja, ja, ja. Of dan ook, dan zijn die mensen ook in zo'n niche-markt bezig. En als er dan een congres is dat zou geïnteresseerd zijn in hun, dan zijn die eigenlijk al zo blij dat die daar zouden mogen spreken. Dus money, op zo'n ogenblik, die zou je zelfs voor terug voor de fles wijn willen. Maar dat is het ondergraven van ons model. Dus dat hebben we ook geleerd. En zo zijn er een heel pak, mm-hmm, dingen dat we eigenlijk hebben geleerd. Maar sommige sprekers natuurlijk, ja, die gaan supergoed. Wouter Tors, die mag ik 4 keer om een maand voorbeeld te geven. 4 keer per week boeken. De meeste weken is die volgeboekt. Als het hem past natuurlijk. Hè. Maar dat is onze afspraak ook niet meer, want in de eerste plaats is dat natuurlijk de CEO van Schoenentorfs, is dat zaakvoerder. Maar die doet dat ook graag, die doet dat ook enorm goed. Die inspireert ook echt keigoed veel mensen. Dus dat is een deal, maar soms... we zitten nu al aan het boeken voor... ik denk dat het nu ondertussen voor tot einde mei volboekt is. Mm-hmm. Dus. Maar dan zie je ook sommige dingen die overgaan. Social media bijvoorbeeld. Toen dat wij begonnen in 2011, was dat keihot. Nu sprekers over social media, dat is over. Die kan je niet meer verkopen. Mm-hmm. Of amper. Om een idee te krijgen van de grootte van onze markt, wie is jullie duur? Nee, niet wie, maar wat is de rate van de duurste spreker? Dus helemaal, dus zoals gezegd, toen we hiermee begonnen, ja, dan eigenlijk, het eerste was, we moesten die markt professionaliseren. In het begin, tegen wat vocht ik? Tegen zwart geld, sociaal-culturele circuit, was de envelop. Dus ja, bij ons is alles wit, plus BTW. Dus we hebben die sector volledig wit gemaakt. En het andere tegen de, ja,
in de professionele markt, bij sprekers, was onze concurrent de fles wijn. Waar we moesten tegenvechten. Dus dat was mijn eerste taak. En ik denk nu na 4,5 jaar dat we daar echt in geslaagd zijn. Ook zelfs mensen die niet bij ons zijn. Omdat die ook horen en spreken met onze mensen. En die merken ook de prijzen. En dus zelfs mensen die niet bij ons zijn, beginnen ook geld te vragen. Dus dat is goed. Dus dat was het eerste, professionaliseren. Maar het gevolg daarvan is, als je kijkt naar mijn Anglo-Saxische markt of mijn Nederland, hier, de bedragen zijn belachelijk laag. Als mijn spreker gevraagd wordt door een Nederlands bedrijf, dan doe ik de facto de prijs maal 3. Omdat hij anders in Nederland niet serieus zou genomen worden. Dus dat is ook het maffe. Dus, maar het gros van de sprekers, zal het anders zeggen, bij ons, van business sprekers, is eigenlijk 1000 à 2500 euro. Daar zit het gros tussen. Dat is voor een presentatie. Of een begeleiding van... Nee, dat is een keynote. Dat is een keynote. Keynote van ja. Een uur, ja, een uur en een half, zoiets. En dat is voor de businessmarkt. Natuurlijk voor de socioculturele markt, dat vind je bij ons sprekers vanaf 200 euro, maar het gros en, zit zo tussen 300 en 500 euro. Mm-hmm. Ja, in België dan, zonder reiskosten en dergelijke. Reiskosten zonder BTW en dergelijke. Ja. Uw duurste boeking? Ik ben wel benieuwd. Ja, dat is eigenlijk een buitenlander dat ik naar hier heb gehaald. Niet van onze portefeuille, maar aan de klant. Want dat doen we ook. Is eigenlijk ad hoc. Die zegt, kun je mee met mij brainstormen? En natuurlijk kan dat zijn dat die in onze eigen portefeuille zit. Maar dan gaan we dan ook ad hoc mensen van die niet bij ons zitten, in functie van wat de klant zoekt, aanbrengen. Dat was een Amerikaan. En dat was, dan is een factor. Ja, dat is, okay. Een schone. Ik denk, je mocht dat weten, ik denk dat iets van 50.000 of zoiets. Dus dat was een schoontje. Ja, daar wordt een mens gelukkig van. Dat is beter als een fles wijn. Dus, zo. Ja, hangt van de fles af, maar oké. Ja, inderdaad. Ziet u parallellen tussen ondernemerschap en journalistiek? Als zelfstandige journalistiek wel. Zo, toen ik zelfstandige was, zeker. Was dat eigenlijk ook, hè, zo, dan zaaien en oogsten. Hè. Dat was met mijn projecten ook altijd. Van één, bijvoorbeeld die twee boeken dat ik heb geschreven, heb ik 2 jaar telkens opgewerkt. In 1 jaar was dat volledig tandenbijten, geen inkomsten. Maar en researchen, en interviews. En dan eigenlijk 2e jaar beginnen in de aanloop van een boek reeksen te maken, die 3-dubbel te verkopen, 4-dubbel te verkopen. Die reeksen, en dan mijn boek, en dat zijn dan de vette jaren. Ja. En mijn ondernemen is dat ook, het eerste jaar was dat ook eigenlijk. 1 jaar volledig inkomsten, wel geen inkomsten, wel kosten maken. En dan begint dat, maar in het begin ook het aantal deals is natuurlijk veel, veel lager dan nu. Stapken. Misschien een snelle vraag, hoeveel deals doen jullie op een jaar? Of was uw doel voor 2016? Ja, spreek over 500? Nee, we gaan, denk ik, 2016 zou ik graag 1200 afkloppen. Ah, toch. Ja. Dus dat is eigenlijk... En u begon dan bij nul natuurlijk, maar na 1 jaar, hoeveel had u er dan? Weet u dat zo? Ik weet het niet, maar... Vooral voor de groeien zo... Eigenlijk is het dat, zo, tot dusver eigenlijk zo te rekenen van, maar dat is dan eerder in 15-20% groei doen per jaar. Ja, ja. Zo momenteel. Dus dat is het. Zo, maar ik weet niet meer exact het eerste jaar, maar dat zal het gemiddelde zijn dat we jaarlijks doen. Dus we groeien eigenlijk sterk, wat schoon is. Maar zoals gezegd, het is geen roze geur, want dat klinkt, 15, dat is booming business, die is binnen. Maar het is niet wat ik zeg. In het begin was het, we zitten gewoon, ook de prijzen, je ziet dat de gemiddelde prijs bij ons is aan het stijgen. Maar dat is gewoon omdat we van een niet-mature markt, die eigenlijk niet bereid was te betalen, zijn we aan het professionaliseren. Dus op een zeker moment, dat weet ik ook bijvoorbeeld, gaan er concurrenten komen. Die wachten nu af. Puip en zijn team hebben we goed gewerkt. En op een zeker moment, maar dat is ook niet erg. Zo, laat er maar andere concurrenten komen, zolang dat hier maar zijn eigen smoel heeft en zijn eigen identiteit. Dat is ook niet per se slecht, en dan weten uw klanten ook dat ze moeten betalen voor een dienst. Nee, dat is
Want dat is overigens, er was ooit een uitgever die ons heeft proberen op te kopen. Alleen als petite histoire. En eigenlijk wist ik vanaf het begin dat ik niet van plan was te verkopen. Omdat ik dacht, dat was nog te veel mijn baby. Dus ik wilde dat... Dus plezier zit gewoon in de ontwikkeling. Maar fijn is wat. En dan, uiteindelijk na een paar snuffelrondes gedaan te hebben, zei ik, nee, we gaan niet verkopen. En dan zei hij, ja, maar als ik niet doe, dan worden we concurrenten. En mijn reactie was inderdaad daarop. Ik zeg, ja, dat is goed. Kom mee, want nu zit ik op mijn eentje. Dat hier aan het professionaliseren, dan krijg ik eindelijk wat steun, dus. Ja, inderdaad. Ja. Maar ze hebben hun plan opgegeven, te doen. Jammer. Ja, jammer. Ik vind dat een van de mooiste, als ik met mensen spreek over, het gaat dan over sales of marketing. Het voorbeeld van Pepsi en Coca-Cola is eigenlijk geniaal. Ze hebben het ene decennium lag de ene van boven, met Michael Jackson en dan de andere weer, en zus en zo. Maar wat die mannen geniaal hebben gedaan, is gewoon door de samenloop van hun inspanning is die markt veel groter geworden. En of jij nu 30% van een 100 miljoen hebt, of 20% van 5 miljard, dan doe ik wel 20%, hoor. En dus, ja, dus en dat is... in dat opzicht mogen er nog wel een paar bij komen. Maar ja, oké. U haalde net boeken aan, het schrijven van boeken aan. Is dat in België nog lucratief? Of ja, lucratief. Kunt je daarvan leven? Als auteur. David van Rijbroek wel. Wel, ja, kun je ervan leven is ook een stomme vraag. Als je op water en onder een brug, dan kun je bij wijze van spreken van alles leven. Maar waren uw boeken een goede investering van de tijd? Financieel dan, financieel. Niet ideologisch, financieel. Nee. En eigenlijk denk ik dat ik gewoon dan nog chance heb. Allee, want in België, als je 1500 boeken verkoopt, dan mag je content zijn. Van mijn eerste boek, denk ik, zijn er 7500 en van een tweede 9500. Dus dat waren bestsellers, hè, met zo'n bedragen. Bij beide boeken en met de ene heb ik 10 weken in de top 10 gestaan. En, maar om maar te zeggen hoe belachelijke bedragen dat zijn, als je weet dat over maar 7500, oké, dat is mooi, maar hè, rekent uit 7500, allez, of 9500, maal €3 per boek, ja, dan weet het. Plus dan, oké, reeksen, dat betaalt wel. Maar zelf economisch bekeken, mogen dat niet op. Natuurlijk, dan moet u daar, en zo heb ik dat gedaan, moet u ernaar organiseren, waardoor dat eigenlijk draaglijk is. En wat was mijn oplossing? Dat ik in al die jaren tegelijkertijd surveillant was in een gebouw. Dus ik betaalde, ik weet het al niet meer, hè, dat was zo'n grens in Brussel tussen waar de bendekes zijn en eerder zo... de Dansaarstraat, het chique. Dus ik vond dat ook plezant. Hè, zo. We kenden ze allemaal. Maar dat was mijn oplossing. Ja, omdat uw kosten, dan betaal ik iets van €50 per uur, of ik weet het al niet meer. Dan kun je echt ook wel een tijd zingen zonder... dan is dat niet zo erg. Maar als je echt wilt zo leven met ding, dan moet je ook nooit het zo aanpakken gelijk mij. Zo diepgaand gaan, of... Want uw boeken zijn niet dun, hè? Uw boeken zijn niet dun. Nee, mijn uitgever heeft altijd gevloekt. Maar hij heeft mij ook altijd wel gezegd, want hij dacht... Ze verkochten wel. Maar hij zei dat ook, van Jan... hoe dikker dat ze zijn, hoe moeilijker verkoopbaar. En dus ja, hij was er echt ook wel toch zelf tevreden over om te verkopen. Raadt u het iedereen aan? Mensen die een boek willen schrijven? Zegt u, doe dat? Of? Oh ja, dat is een plezier. Ja, maar dat hangt af. Hè. Ieders zijn zottigheden. En dat was mijn zottigheid. En ik had dat in mijn kop gehad. Dat ik blij ging zijn als ik een boek ging geschreven hebben. En ik was ook blij. Ik was ook fier. En dat gaf mij plezant. En... U zou het ook opnieuw doen? Dat weet ik niet. Ik kan eigenlijk wel mij inbeelden dat ik dan... Maar nu... ik heb er geen tijd, dat is nu ook niet mijn prioriteit. Maar ik kan mij wel inbeelden, wie weet, op een zeker moment, dat toch weer... want dat is echt wel plezant, van een alles waar eigenlijk een wit blad ook zo'n onderneming op start, is ook een wit blad. Zo. En dat doe ik heel graag, van een wit blad. Want u heeft er nu misschien de tijd niet meer voor, maar... Moest u teruggaan en zou u tegen uzelf zeggen, doe het niet, of jawel, doe het zeker? Dat zou echt, je weet zo het begin, je weet dat, eerst interviews, tjak, 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 dan al die processen dat je hebt doorgemaakt, en
een nieuw idee van, ah ja, dat wordt, ah, gezien, gaandeweg zitten, zo ineens een nieuw hoofdstuk of een nieuw inzicht. Ah, dat is gewoon keiplezant. En dan het vroeten, soms zelfs op het kwaad zijn op jezelf, van waarom heb ik dan nu in godsnaam dat idee gehad? Want dat is ook bloed, zweet en tranen soms. Maar dan op het einde, ja. Uiteindelijk bent u er tevreden mee. Ja. Allee, eigenlijk weet ik niet, want ik heb dat nog nooit teruggelezen. Dat is ook, sommigen lezen hun eigen boeken. Ik heb nog nooit mijn twee boeken eigenlijk teruggelezen. Dus dat is precies iets wat ik toch niet, ik weet niet, durf of... Of dat lijkt me heel vies, mijn eigen teruglezen. Als het een troost is, ik kan ook zelden nog naar mijn interviews, eens ze klaar zijn, terug herbeluisteren. Ja, dat is hetzelfde. Misschien kan ik u daarmee troosten. Heel goed, voilà. Ja. Ik heb nog een paar vragen. Ik ga u specifiek een vraag stellen over presenteren, modereren. Ik merk dat nog altijd vrij veel mensen, ik ook, ik heb ook al regelmatig gepresenteerd voor een groep, maar toch nog altijd moeilijkheden heb. Als u als spreker op een podium kruipt, moet kruipen of kroop, had u een bepaalde methode of routine om een betere presentatie af te leveren? Ja, dat is heel persoonlijk. Ik zelf heb nooit gemodereerd of gepresenteerd van events, maar natuurlijk wel lezingen gegeven. En dus hoe mijn manier was in het begin altijd eigenlijk huiswerk maken. Dus heel goed eigenlijk voorbereiden, daarover nadenken. Wat wil je zeggen? Hoe wil je het zeggen? Welke volgorde? Dat echt als het ware rond de keukentafel te oefenen. Maar dan was ook mijn lezing af, als het ware. En dan kon ik dat eigenlijk gaan reproduceren. X keren en wat ik ook altijd heb gedaan. Dus, maar voorbereiding, huiswerk maken, dus daar goed over denken, dat is één iets. En dan tweede was, maar dat is ook voor mij persoonlijk, uw eigen motiveren, maar in de zin met mij was dat van, ik zocht heel hard contact met mijn publiek, en ik beschouwde dat, dus dat is misschien mannelijk of jongensachtig, beschouwen dat dat als een voetbalmatch is. En dat je je publiek moet voor u zien te winnen. Dus namelijk, soms gebeurde dat, of eigenlijk altijd, die mensen kennen u eigenlijk niet. Een aantal hebben misschien uw boek gelezen. Maar zo vertellen, dat was mijn doel, dat je die gezichten zag veranderen. En dat die eigenlijk interesse zo, en op het einde, zoals mijn voetbalmatch, een stevig applaus. Dat was mijn spelelement dat ik er voor mijn eigen instak. Van, oké, maar eigenlijk zorgde dat er ook wel voor, dat je echt smijt. En dat je dan ook wel, dat merkte ik dan ook, al was het maar de verkoop dan nadien, van mijn boeken die ik altijd overal mee had, dat ik wel veel boeken verkocht, dus dat werd wel gesmaakt. Maar globaal bekeken, met onze mensen, is er de goede spreker bestaan. Niet als ik kijk, van bijvoorbeeld... bij ons een Roger Blanpin, dan een professor emeritus van Leuven is. Ja, die heeft een lezenaar nodig, een pupiter. Die schrijft dat echt tot op de minuut. Als er 20 minuten gevraagd wordt, is dat tot op de minuut, 20 minuten. Die leest dat zelfs af voor een stuk. Kijkt wel naar zijn publiek. Maar die doet dat op zo'n manier dat je aan zijn lippen hangt. Dus wat een spreker. Anderen bij ons, dat is eigenlijk die jumpen van links naar rechts. Dat is een halve show. En dat is ook keigoed. Dus ik denk, en dat is heel belangrijk, dat je heel hard trouw bent aan wat je zei. Omdat een publiek dat ook merkt, niet iets proberen wat je niet zei. Zo. Ook al, bij wijze van spreken, Roger Blanpin, hij zal het niet doen, maar stel, ik ga daar voor jongeren gaan spreken, dan ga ik... om mij een beetje aan te passen aan mijn publiek, dus wat proberen rond te wandelen. Nee, niet doen, want dat zal niet in hem zitten. En hij gaat door de mand vallen, hij gaat zich niet op zijn gemak voelen. Dus dat is denk ik een tweede tip. Echt, wees wie je bent. Zo. En voor een presentator, iemand die echt zo het geheel van een event in goede baan leidt, is dat eigenlijk hetzelfde. Een lieve Verstraeten heeft een heel andere stijl dan een Erika van Thielen. Maar die zijn alle twee keigoed, om maar te zeggen. Maar dat is juist omdat die ook heel goed weten wie ben ik. En daar is eigenlijk ook hetzelfde, dat is uw huiswerk.
heel goed weet wie er in de zaal zit. Dat is ook voor zowel sprekers als presenteren. Heel goed weet wie er in de zaal zit, wat de opzet is, wat het doel is van het event. Dat moet je echt zo... Dat je dat heel goed weet, los van dan je fiche. Van nu is die spreken, maar dat je matcht met je publiek. Mm-hmm. Bepaalde eigenschap die al uw sprekers hebben? Over heel de sector, over al de sectoren heen? Of heeft u bijvoorbeeld een checklist met vereisten of eigenschappen voor mensen die u aan boord haalt? Nee. Wat wel is natuurlijk, we hebben wel mensen. Het zijn bekendere mensen. Het zijn krakken in wat ze doen. Dus het ego-gehalte is hoog. En dat bedoel ik niet negatief, maar het zijn wel mensen met een persoonlijkheid. Dus dat is misschien... Is het een vereiste? Nee, of dat is geen vereiste, dat is een vaststelling. Oké. Dat is eerder gewoon menselijk. Maar dat is geen probleem. Was uw grootste uitdaging, of de uitdaging voor Read My Lips in de komende periode, jaren, als u naar de markt kijkt, u zegt, we hebben die geprofessionaliseerd, we kunnen beter van start gaan of beter doorgroeien als toen we van start gingen. Waar kijkt u naar uit? Wat zijn voor u de grote uitdagingen? Ja, er zullen er een heel pak komen. Voor eerst inderdaad, we hebben een groei. We zijn 4,5 jaar. En enerzijds is dat nog enorm klein. Hè? Een peuter van 4,5 jaar, pamper is voorbij, maar blijft nog wel altijd een peuter of een kleuter. Dus, maar anderzijds, ja, zijn we de echte eerste fase ook achter de rug. En dus... Dat is voor mezelf als bedrijfsleider, als persoon, de eerste, dat voel ik, een grote uitdaging die ik al aan het doen ben en die we verder aan het doen zijn, is de groei. De groei, hoe daarmee om te gaan, leiding geven, keuzes maken, wat doen we niet. Dus dat gaat alleen maar toenemen, maar ik heb daar wel enorm veel zin in. En hoe de markt gaat veranderen, ja... Ik heb geen glazen bol. We moeten gewoon verder ons best wat we doen, blijven doen. Mm-hmm. En hoe de markt zal veranderen, dat zal zich wel uitwijzen. Maar natuurlijk, maar dat is wel smijtelijk ondernemer. Je moet je ogen open hebben. En dat doen we ook. En het andere is bijvoorbeeld, dat voel ik ook wel. Onze strategie, allee, er zijn een aantal dingen die op stapel staan, waardoor dat Read My Lips allee, ook wel gaat veranderen. Zo... Maar dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg om daarover te communiceren. Maar ja, ik denk dat het een boeiende tijd gaat. Mm-hmm. Hoe komen de meeste klanten eigenlijk bij jullie? Is dat door doorverwijzing van eerdere deals? Of is dat, echt... dat is gemengd, hè. Dus een aantal mensen komen inderdaad via de spreker binnen. De spreker wordt gecontacteerd rechtstreeks. Die gaan naar ons doorverwijzen. Ah, die mensen kennen ons nog niet. Oké. We werken dan voor dat event rond Spreker X, maar dan kennen die ons, die zijn tevreden over ons. En ja, mm-hmm. Voor hun volgend event komen ze voor een andere spreker. Dat is één manier. Een andere manier is natuurlijk, wij doen via onze website, e-mail, nieuwsbrieven uitsturen. We hebben een heel groot bestand, dus dat is een ding. En plus, ja, we werken ook op cold calls, hè, dus mogelijke klanten, maar die nog geen klant zijn, bellen. Of bestaande klanten verdiepen. Dus dat is eigenlijk de vier manieren. Mm-hmm. U gaf er net een aantal tips om of zaken die u hielpen, als u een lezing gaf of een presentatie. Welke stappen kan elke jonge of niet zo jongere persoon zetten om een betere spreker te worden, om zich tenminste te verdiepen in de materie en stappen vooruit te zetten? Er zijn een aantal boekjes waar je kunt lezen. Ik zelf heb ze nog nooit gelezen, dus ik weet niet, maar ik zeg maar iets. Dat kan nooit kwaad, maar ik denk vooral in sprekers gaan kijken. Heel veel sprekers gaan kijken en verschillende, en dat kun je deels op internet. Maar zeker ook in het echt, want ik merk dat zelfs zo'n TEDx-filmpjes die keigoed gemaakt zijn. Maar dan nog, ik vind echt een spreker in het echt, zuiver voor jezelf leer dat ook, maar ook dan voelde hoe een spreker is, terwijl met filmpjes heb je dat niet. Dus ik zou echt gaan naar gaande van uw bibliotheek in de buurt, wanneer er een spreker van Read My Lips komt, tot
grote events waar onze sprekers, nee, of anderen actief zijn, ja, sprekerschap. Ja. Dus vooral dus niet alleen online, want daar kan montage een heel deel wegmoffelen, maar ook vooral in de zaal zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat een spreker door montage of in een filmpje heel zelfzeker overkomt, maar op het moment dat hij merkt dat zijn zaal toch niet echt reageert en je zit ertussen, dat je wel voelt van oei, dit is toch niet zo goed. En als je het filmpje dan bekijkt, dat je denkt van wauw. Gelijk een samenvatting van een voetbalmatch, dat je denkt van... Wat een goeie match is dat, maar als je het helemaal hebt bekeken, wat een draak van een wedstrijd. Hè. Vindt u die TED Talks eigenlijk een goede ontwikkeling? Het succes van dergelijk formaat? Ja, zeker. TED heeft zeker iets betekend. Persoonlijk vind ik nu wel het... enerzijds dat er te veel TEDx'en zijn. België, als je al kijkt, zo'n klein landje. We hebben Gent, Antwerpen, Brussel, Luik. Hasselt. Zo. Dus voor mij te veel. Maar ja, als er een publiek voor is, is goed. Het andere is natuurlijk zuiver nu als bureau... Ze zijn niet de enige, maar ik vind het wel straf natuurlijk. Een heel pak van die TED vragen geld. En nog niet een weinig ook. Maar hun sprekers, hun grondstof, betalen ze niet. Dus daar kan ik als sprekersbureau natuurlijk niet mee akkoord zijn. Ja. Nee, maar het is... Een fles wijn. Maar ja, inderdaad, want ik kon er zelf ook aan deelnemen. Als je dan hoort dat €70 is of meer, of rond die prijs om te gaan luisteren. En online staat alles gratis. Ja, ja. Dus dat is een beetje in onevenwicht, maar natuurlijk, ze doen maar. Hè. Dus, En voor een spreker, dat is ook wel, dat merk je wel, als spreker is het natuurlijk wel nuttig om je te lanceren. Of zelfs voor onze sprekers, want onze sprekers zijn betaald, maar dat is duidelijk zo. Een TEDx, we laten hun daar vrij in om op in te gaan of niet in te gaan. En dan valt dat buiten onze samenwerking. Het enige wat we zeggen... Momenteel, omdat mensen eigenlijk ook niet goed dat verschil weten tussen een TED en een TEDx, staat dat op uw visitekaartje nog wel altijd chic van, ik ben een TED-spreker. Dus zuiver commercieel gezien of promo-gewijs kunnen dat wel gebruiken. Ja. Dus dat is wel nuttig. Zou u het mensen ook aanraden om zelf een podium op te kruipen? Om gewoon die angst te overwinnen, zegt u? Ja, natuurlijk. Echt, ik heb dat daar straks niet gezegd, maar ja... Sowieso, als je de kans krijgt, gewoon doen. En, Je leert daaruit. Zo, je leert daaruit. Ik zelf weet dat ook. De eerste keer dat ik ben gaan spreken, als je dat vergelijkt met als je dat de 10e keer doet, dat is dag en nacht verschil. Dat is ook de eerste keer. Dat is, ik weet mijn eerste keer. Zoals mij als mijn eerste keer. Je weet dat heel goed. En als je daar nu aan terugdenkt, denk je ook zo van... hoe heb ik dat aangepakt? Maar ook wel goede dingetjes, dat je denkt, dat zat goed, of getest is iets. Ja, je moet dingen testen. Dat is ook zoals een voetbalmatch, je moet gewoon een oefening doen en dingen merken. En dan moet ik daar totaal niet steken, dan moet ik van voor steken en daar, dat moet er gewoon uit. En god, dat vonden ze interessant, maar ik heb dat maar, dat zat op het einde, ik heb er maar 3 minuten over kunnen spreken, zo. Mm-hmm. Allemaal zo'n dingen. Iets compleet anders? Doet u aan sport? Wandelen. Maar ik ben nu gestopt met roken, dus nu ga ik terug beginnen lopen. Want eigenlijk doe ik dat graag. En hardlopen? Ja, zo. Of afstandslopen. Ja, echt afstandslopen, ja. Vorig jaar heb ik 3 keer geprobeerd door toeval. Ik had al jaren niet meer gedaan. Maar zoals gezegd, ik rook al wel heel pak jaren. En tot mijn verbazing, het was 10 kilometer lopen en dat ging keivlot. Dus ik was kei blij en nu ben ik gestopt. Hè. Dus nu nog even wachten en dan ga ik terug beginnen. Sportig, hè? Ik heb eigenlijk heel mijn leven in teamverband of toch altijd sport gedaan. En dan de 2e keer naar het buitenland geweest en sindsdien eigenlijk niet meer een vaste routine. Dus wel overtuigd van de voordelen, vooral de gezondheidsvoordelen op de lange termijn, maar niet genoeg. Ja. Maar ik denk dat zoals bij heel veel dingen, het belangrijk is om een gezonde basis te hebben. Hmm. Ik denk dat 10 minuten per dag gaan wandelen, zowel mentaal, dus geestelijk als fysiek, een betere basis is als 1 keer om de 2 weken 2 uur te gaan wandelen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat ik wel veel meer aandacht heb om
op regelmatige basis, zowel qua voeding als qua sport, als qua literatuur, qua inlezen, onderzoek doen, beter is om dagelijks een klein beetje dan het te laten liggen en dan een verrekking op te lopen of iets anders. Dus dat is wel iets waar ik meer mee bezig ben. Maar echt sport. Een nieuwe boek nu, hè. Zo, rust is het nieuwe sporten. Ja? En eigenlijk vertrekt dat een beetje van die visie van, oh, alleen nee, het is veel meer, maar het heeft geen zin van, zoals vaak managers neigen, en dan extreem zijn in werk, en dan nog extreem zijn in sport, ik doe vaak veel slechter. Kan pijn doen, ja. Terwijl we denken dat we dan goed bezig zijn. Ja. En ik denk dat het ook, voor mij, ik kan alleen voor mij persoonlijk spreken, ik las vroeger niet graag, en dus ook niet vaak. Als ik nu gewoon elke dag 20 pagina's probeer te lezen, dan lees ik op een week, 10 dagen gemiddeld boek uit. Ja. Dat zijn er 36 op een jaar. En dat is heel interessant. En dat zijn 20. En iedereen heeft, 20 pagina's van het ene boek gaat dat wat gemakkelijker als het andere. Maar iedereen kan dat, hè. Iedereen of zit in de file en kan ergens naar luisteren. En ik denk dat die dagelijkse routine uiteindelijk veel verder brengt als nu eens een weekend in te lassen en dan ineens 5 boeken te gaan lezen. Maar ik denk ook dat andere dingen, en dan ga ik u terug aan het woord laten, zoals bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes, samenspelen met de familie. Je ziet dat bij kinderen, als die problemen hebben met wiskunde of met taal, en je merkt dat je daar spelletjes mee doet, en dat die wel ineens dat inzicht wat je denkt dat ze dan toch niet volledig hadden, wel hebben, dan kan dat heel positief zijn, zowel voor de persoon zelf en voor de omgeving, om gewoon te zien dat je dat moet doen. En dat wordt misschien tegenwoordig minder en minder gedaan. Ik ben zelf blij dat ik zowel het analoge opvoeden heb gekend, van buiten ravotten en zo. Niet dat kinderen dat tegenwoordig vandaag niet meer doen, maar dat het digitale echt op een heel duidelijk punt later pas is gekomen. Terwijl een kind van tegenwoordig, ik gaf mijn neefje mijn iPhone, mijn oude gsm met nog echte knoppen op. En die jongen begon daar zo op te vegen. Sverre is 8 jaar, 9 jaar toen het gebeurde. En die begon daar op te vegen en zich op te jagen dat die gsm niet werkte. En hij zegt, maar Kobe, wat is dat voor prul? Ik zeg, je moet eerst op dat bovenste knopje linksboven en dan op het sterretje vrijgeven. En hij snapte dat echt niet. Hè. En een berichtje schrijven, dat lukte niet. En ik vond dat geniaal om te zien. Maar ik ben wel blij dat ik nog het verschil... Maar ja, oké. Dat is natuurlijk voor iedere generatie anders. Maar het is wel interessant om die ontwikkelingen te zien. Zeker. En ook wat je zegt, dat klopt volledig. Onze kleinste, die heeft het rekenen gewijs. Dat is een goeie in rekenen, maar die heeft veel sneller, veel meer dan, bij wijze van spreken, middelen. Maar dat komt door gezelschapsspelletjes. Die van dat keiplezant kaarten, en dan zo kaarten optellen, hoeveel punten. En daardoor heeft hij eigenlijk leren rekenen. Ja. Zo. Ja, en zou je wou dan het meeste hebben en tjak, en kijk, gemotiveerd voor te winnen. En dan ineens zie je, die is eigenlijk aan het optellen al, amai. Ik vind dat fantastisch om kinderen, maar ook om jezelf zo bezig te houden. Ook het omgekeerde is ook waar. Oudere mensen, of veel oudere mensen, zouden er ook beter aan doen om dagelijks een krant te lezen, of een artikel, of het maakt niet uit, in plaats van niks te doen. Al is dagelijks maar één artikel, gewoon om een beetje up-to-date te blijven en je mentaal bezig te houden. Zeker, ja. Maar goed, ik ga je nog een aantal korte vragen stellen. Ja. Je mag er kort of lang op antwoorden, exact gelijk u zelf wilt. Heeft u een favoriete kunstvorm? Nee. Ik hou wel van kunst, maar niet favoriet. Niet specifiek uitgesproken dat u iets verzamelt. Dat vind ik wel een fantastische schilder. Ah, oké. Okay. Dus wel... Heeft u een werk of een replica van hem? Nee. Oké. Okay. Dat niet, maar wel één in een boek. En voor de mensen die hem niet kennen, want ik ken hem ook persoonlijk niet, Bosch, wat is zijn achtergrond? Van, eigenlijk moet ik nu zelf, maar dat is gewoon wat ik aan denk. Ik heb die deze zomer eigenlijk leren ontdekken, ergens, één schilderij. En nu binnenkort, en dan heb ik zo daar een beetje over gelezen. Maar dat is nu iets, dat is gewoon omdat dat nu in mijn hoofd. En nu heb ik met mijn vrouw afgesproken, want we hebben nu gezien dat hij in Nederland... binnenkort gaat open, ergens een museum, en een hele retrospectieve aan hem gewijd. Dus daarom, dat zit nu hoog in mijn aandachtsladder. Is het ook een Nederlandse schilder? Ja. Of een Vlaming zelfs, of die zoiets. En hij leeft nog? Nee, van de jaren stilletjes van de middeleeuwen. Dus, oké. Wat is die stijl? Ik ben daar allemaal niet goed, maar zo die de hel en de hemel, zo, maar met zo heel demonische figuren, met een duivel. Een staartje, iemand
andere kant van de paneel. Het is altijd zo wit-zwart en dat is dan heel vredig. En, ja, vind ik mooi. Ja. Een historisch figuur waar u heel veel interesse in heeft? Nee, maar ook weer toevallig. Ja, een heel mooie biografie van Winston Churchill, enkele weken geleden gelezen door de vroegere, door de huidige burgemeester van Londen geschreven. Maar echt een heel straffe biografie. En nu ook eigenlijk, het is toeval, juist begonnen in de biografie van Johan Op de Beek over Napoleon. En ja, het is een superboek. Ja, ook interessant persoon. Hoe heet het boek? Napoleon. Ja. Zo, van Johan Op de Beek. Johan Op de Beek is een Vlaamse journalist. En de naam van de, van de mayor of London ontschiet mij even. Boris Johnson. En hij heeft dan in het boek over, hij heeft over Winston Churchill geschreven. Ja, een biografie. Ja, maar echt een heel... Dus politicus en zo, maar echt heel kritisch over de goede dingen en slechte dingen. Maar ook straf geschreven, een originele invalshoek. Mm-hmm. Dus, twee aanraders. Ja. Even kijken. Waar komt u tot rust? Wandelen en sauna. Wandelen naar de sauna? Nee, dat is te ver. Ik ga altijd naar een sauna, ook ver van waar ik woon. Dat is 3 kwartier rijden, maar ik vind dat een super sauna. En waarom kom ik daar? Omdat dat een hele grote sauna, dus je hebt daar keuze. Zat, een hele hete, een softie, een hammam. Er is binnen een zwembad, buiten een zwembad, daar kan ik uren doorbrengen. En ook leuk, dus je mag daar niet bellen, maar ik neem ook mijn gsm daar niet in mee. Dus dat is de plek waar ik echt onbereikbaar baar ben. Dus totaal niet bereikbaar en dat vind ik plezant. Dus als ik u niet kan bereiken, zit u waarschijnlijk in de sauna. Ja, maar dan is de... altijd wel doorgeschoven. Ritme Lips is altijd bereikbaar. Maar dan ben ik niet bereikbaar. Heeft u als documentaire of reportagemaker een favoriete documentaire die iedereen moet gezien hebben? Tjoe. Nee. Allee, ik heb wel straffe reportages en documentaires, maar wat is een documentaire? gezien. Ik heb er nu nog een op Netflix deze week over de Berlijnse muur. En dat was echt, ik dacht dat ik dat zo... Maar dat was heel mooi gemaakt. Zo 2 delen over hoe dat ontstaan is. En deels ook kleine petite histoires van mensen die ontsnapten. En ook hoe steeds moeilijker ontsnappingen ze moesten doen. Omdat de Russen en de Oost-Duitsers alles zo in zin ontsnapten. Ja, daar gaan we nu eens lekker voor zorgen dat dat niet meer kan. Dus de inventiviteit van ook die mensen... Dat was ook wel straf, dus daar waren verschillende kanten aan. Dat was een mooie reportage. Dus ik had, dat is mijn Porsche TV dat ik weer had gehad. En hoe heette die? Ik weet niet, over, op Netflix over Oost-Duitsland, de muur of zoiets. bij het woord succesvol, aan wie denkt u? Verschillende mensen... Spontaan klinkt nu, denk ik aan Marijke Vervoort, maar denk ik ook aan Wouter Torfs. Denk ik zelfs aan een maat van mij, maar die bij niemand gekend is. Maar gewoon, dat hangt allemaal verschillend van op welk vlak. Hebben ze iets gemeenschappelijk? Of? Nee, dat was ik juist aan het denken. Marijke Vervoort is juist... dat is zo'n straf, hè. Dat is natuurlijk ook... Ik wil niet zeggen van haar... prestatie fysiek, dat niet, maar vind ik vooral eigenlijk het mentale. Wauw, chic. Dat je met zoiets je eigen kunt op, zoals een Mark Hermans. Terwijl als ik dan zeg naar Wouter Torfs, is eerder van ja, dit is geslaagd als bedrijfsleider, maar dan met cijfers, maar hoe ook eigenlijk zo van wauw, toch helemaal anders dan vele anderen. Mm-hmm. Ja. Als u terug kon gaan in de tijd, naar uw 25-jarige zelf, zou u zelf een raad meegeven? Een raad? Wat bedoel je van zo? Om het anders te doen? Of? Ja, als u er nu op terugkijkt, is er iets wat u toen misschien uzelf wel had willen toefluisteren? Wat u potentieel miserie had kunnen besparen of geluk had kunnen brengen? Nee, eigenlijk niet.
ben tevreden met wat ik tot dusver heb gedaan en ik hoop dat ik verder dat doe. Want ik was nu juist aan het denken van confiance misschien, allee, zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant, door soms niet te veel zelfvertrouwen te hebben, of, want ik heb wel een zelfvertrouwen, maar ook niet. Sommigen zijn heel, en dat heb ik niet. Maar juist daardoor is dat ook misschien goed, want dan stel je zelf in vraag. En dat brengt, als ik dan denk, heeft mij dan misschien weer gebracht tot ja, wat ik heb tot dusver gedaan. Reist u graag? Ja. Mooiste plek bezocht in de laatste 6 tot 12 maanden? De laatste 6 tot 12 maanden? Ja, dat was Oman. Dat was een fantastische ervaring. Dus, hoe lang was u er? 2 weken. Ja. Allee, ietsjes meer. Dus dat was fantastisch. Aan iedereen aan te raden? Ja, ja, omdat dat echt... dat is zo'n ruim land. En zo... eigenlijk dun bevolkt. Dus ja, je zit daar echt qua ook afwisseling van. Hè. Je zit daar aan de ene keer honderden kilometers in zandwoestijn, dan gevolgd door honderden kilometer steenwoestijn. Zo, landschappen. Maar ook de bevolking zelf, dus het is heel weinig toerist. Dus echt ja, nog heel authentiek, maar ook heel vrij eigenlijk. Zo, vond ik heel tof. Alhoewel dat dat echt inderdaad ook islamitisch is. Hè, maar dat was eigenlijk een heel fijn ervaring. Als u morgen 30 seconden zendtijd heeft voor een boodschap van algemeen nut, wat zendt u aan Vlaanderen uit? Dat zou wel leuk zijn. Concept nemen, man. Dat doen, dat doen. Echt. Stap dan mee naar de VRT, maak daar een project van. Kei fijn idee. Dat is een moeilijke. Ik zou zoveel verschillende filmpjes van 30 seconden willen maken. Maar zeker iets is met mensen van wees lief met elkaar, zie elkaar graag. Ja, dus eerder zo'n filmpje, dat is de ene kant. Een ander filmpje, ik wil er een verschillende maken, is gewoon durf, go, ga voor je droom, ga op zoek naar jezelf. Fail, ga op je bakken, sta terug recht. Allemaal die dingen. Ja, dat zijn eigenlijk zo misschien direct de 2 filmpjes dat ik zou willen maken. Of proberen te pushen in. Ja, want als u dan toch moest kiezen, gaat u dan toch voor de emotionelere boodschap of voor de stamp onder uw gat en u? Stamp onder een gat. Allee, als we moeten kiezen. Is er iets waarover u onlangs van mening bent veranderd? Ja, dat gebeurt heel vaak. Ziet u dat als een luxe? Ja. Dus. Ja. Ik denk... ik moet eigenlijk mijn vraag beter stellen, hè, maar ik denk dat het een ongelofelijke luxe is om je mening te kunnen veranderen. Over wat misschien, als ik het mag vragen? Als u het zo weet. Nee, eigenlijk niet. Maar dat gebeurt me heel vaak. Ja, zo dat ik zoiets tegenkom. Allee... Dat is niet echt zo van zwart naar wit gaat, dan nu ook niet. Maar dat je wel zo merkt van, ja, ja, een jaar geleden stond ik op thema X, dacht ik eerder zo. Maar dan weten zo bepaalde dingen, ja, ervaringen, of met mensen spreken, of lezen. En dat je gaandeweg daarin stuurt, of verandert. Het is ook al gebeurd dat ik zelfs verschillende keren zijn veranderd. Dat ik over onderwerp X... Dan een tijd zo denk en, ja, en dan gaandeweg toch weer veranderen. En dan gaandeweg zit het terug waar je oorspronkelijk zat. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Heeft u bepaalde waarden en normen die in uw opvoeding naar uw kinderen centraal staan, waar u meer belang in hecht dan andere dingen? Eerlijkheid. Als ze eerlijk moeten zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Zelfs al hebben ze een bêtise of een... stomme tijd of iets kattenkwaad of dat ze weten eigenlijk dat ik niet tevreden ga zijn. Maar dat ze het zeggen, dat is een heel belangrijke voor mij. Ik denk dat ze dat weten, want dan weten ze dat ik al minder kwaad ga zijn. Ja, dus dat is vind ik een heel belangrijke. En voor de rest, ja, dat ze gaan voor hun eigen weg.
dan moeten ze zoeken. En dat is natuurlijk, ze zijn nog jong, maar bijvoorbeeld, daar ben ik heel blij mee, met de genoudste, die is dit jaar voetbalt. En die zat in het A-team, want hè, dat is allemaal zo, op die leeftijd, het A-team is dan de beter dan de B-team. Hè. Die zat in een A-team en dat was een spits. En dan had hij het ineens in zijn hoofd gehaald dat hij eigenlijk kipper wilde worden. Zonder dat hij daar eigenlijk ervaring of zo. En, wow, we wachten daar even, maar ja, blijft. En dan hebben wij ook gezegd, ja, dan moet je met je trainer erover babbelen. Dat je kipper wilt worden. En dan zei die trainer, ja, een tijdje, als jij dat echt wilt, omdat dat bleef, ja, oké, maar dan ga je naar een B-team en dan word je daar een tweede kipper. Dus aan u te kiezen. En hij heeft dat gedaan. En dan was ik eigenlijk wel fier op mijn zoon. Dat hem ja, daarvoor kiest dan van, oké, nee, dat is mijn weg. En dat vond ik ja, schoon. Mm-hmm. Dus. Ik kijk heel even. Ik ga je vragen. Ik ga je één vraag stellen nog. Ja. Uw middelbaar vak dat u zou verplichten. Maar terwijl u erover nadenkt, ga ik even naar het toilet. Want het is een volle blaas. Ja. We wachten tot het einde. Geen slecht idee om gewoon mensen zo 30 seconden een camera voor hun neus en zeggen. Nee, maar dat is echt een leuk concept. Ja, ik was net aan het denken op het toilet. Ja, op het toilet. Ja. Nee, maar zegt. Dus wie weet. Ja, misschien zo van aandenken. Ja, wat mee doen. Ja. Ja, als een van de laatste vragen. Als u morgen een middelbaar vak mag verplichten, welk is het dan? Dat scholen verplicht worden om sprekers. En dat is echt waar niet. Mensen met een heleboel verschillende achtergronden aan hun leerlingen voor te schoten. Om die inspirerend zijn. Omdat ik dat zelf zie van... ik ben zeker als... bijvoorbeeld, en dat zijn er een aantal van onze mensen. Als die zouden vertellen van... durf gaan voor uw droom en dergelijke meer. Ik denk dat veel mensen zich de stap zouden zetten voor... durven op zoek gaan naar hun droom... wat bij hun past, en daar ook durven voor gaan. Minder schrik hebben van, wou je daar straks zeggen, ook al eens op je bek te gaan. En ik denk dat dat nodig is in onze samenleving. Enerzijds de liefdeboodschap, ga zacht met elkaar om, en respectvol en heel de reuten met uit. Maar het andere is ook, heb geen schrik van je schaduw, en zie je eigen graag, en go. Ga waar je hart kan blij maken. En eigenlijk zouden scholen daar, op dat vlak, enorm moeten doen, dus een les daarover, maar vooral gewoon laat mensen met verschillende horizonten spreken en die spreker X zal de chef inspireren en spreker Y zal Mieke inspireren ja. En dergelijke. En op een bepaalde leeftijd of in het begin of het einde? Van jongs af aan. Mm-hmm. Je kunt er al van lagere scholen. En waarom dat ik daar zelf ook denk, en dat is eigenlijk grappig als je ziet wat mijn job nu is natuurlijk. Maar in de lagere school weet ik bijvoorbeeld hè, dat er ooit een journalist is komen spreken. Ja. En ik vond dat fascinerend. En dat was een lokale journalist hè, van Torp, maar ik vond het toch fascinerend. Ja. En dat was onze leerkracht en die heeft dan ook een dokter is uitgenodigd. En die had zo 4 beroepen en een drukker uitgenodigd. Wel, en bijvoorbeeld met mij, dat heeft mij geraakt. Terwijl misschien iemand anders, door just die dokter, zo van, wauw, wat een tof, ai. Dat je ontdekt. Ja, ik denk dat wij in het vijfde middelbaar, heeft onze leerkracht boekhouden of economie, ook iemand uitgenodigd, dat was iemand van het Hasseltse, die zijn job heeft opgezegd om dan ook te gaan ondernemen. En die had daar een boek over geschreven en naar aanleiding van het boek kwam die dan spreken. Oh, ja. En ik weet nog, ondernemer, de job van je leven, als ik mij niet vergis. En ik weet dat ik dat toen nog heel interessant vond, want ik ben die gast dan in Hasselt gaan opzoeken, aangebeld op zijn appartementje, want ik wou ook per se dat boek hebben om te lezen. Maar dat inderdaad heel, ja, heel tof was en zeker een goede herinnering. Ik denk dat al genoeg zegt, het feit dat... Ja. Dat mensen zich dan nog zo goed herinneren. Dus ik denk dat zo een vak nuttig zou kunnen zijn. Ja, of implementatie in een vak waar dat er daar meer ruimte voor is. Ja, of meer, dus een, ja. Ook ja. Budget of mogen sprekers gratis gaan?
Nee, we leveren heel veel aan school. Dat is goede klanten, hè. Maar dat is dan vooral met twee sprekers van ons, Pedro de Bruyker en Steven Vromma, Low Impact Man. Die gaan heel vaak voor school, maar dat is dan eerder voor grootse events in scholen. Maar, ja, dat is niet echt voor een in klas te staan, ja, dat is meer toespreken. Dus, als een groot event is, ja, dan maar. Hè. Nee. Nee, maar dat is echt, ik geloof daar echt in dat dat nuttig zou zijn voor... vitamintjes voor de samenleving en voor elk van ons. Mm-hmm. Wat mag ik u toewensen in dit jaar? Een goede gezondheid, veel plezier. En ja, dat zou al fijn zijn. Ja, nou, het ondernemersvlak. Ja, want dat kan u wel moeilijk kwantificeren. Hè? De goede gezondheid en veel plezier. Oh, maar dat moet niet gekwantificeren. Dat was gewoon een... U drukt het niet uit in sauna-bezoekjes, aantal sauna-bezoeken bijvoorbeeld? Nee, dat zou, maar alleen al het feit dat je zou kunnen zeggen op eind 2017, of de overgang, voilà, wat is afgelopen jaar, hoe is het geweest? Ja. Ja. Een goed gevoel, dan is dat keigoed. Goed, dan, ja, dan denk ik dat we het hier ongeveer bij gaan laten. Ik vond het super interessant. Ik denk ook dat het langste interview, en ik ben zeker dat het langste interview tot nu toe is. Heb ik niet te lang gesproken, want ik was maar... Maar ik dacht, ja, dat is de vraag, dus... Nee, dan doe ik maar eens boekje openen. Ja, maar ik denk dat u zeker als ik op de dikte van uw boeken afga, ofwel gaat je voor kort en bondig, ofwel voor lang en met wat meer diepgang. En niet dat ik mij met een houten kiet wil vergelijken ofzo, maar ik vind daarnet de kracht van zulke mediums, dat je... tenminste iemand aan het woord laten. En als je op tv kijkt, is dat een paar seconden boodschap en that's it. En dat is zo jammer om dan niet volledig te... Dus of dit nu een uur, twee uur of drie uur duurt... Ik heb u dus niet verveeld. Nee, en ik hoop andersom ook niet. Ik vond het leuk. Dus merci ook ervoor. Dus, prima. En goed verder doen. Dus, we doen ons best. Of ik doe mijn best. Ja. Nee, maar we ook op de hoogte. Kapitein Kobe. Ziezo, dat was het dan. Hartelijk dank om 2 uur de tijd vrij te maken om naar dit interview te luisteren. Check voor alle inhoudelijke links, referenties, wat dan ook, kapiteinkobe.be/Jan Puipen of /Jan P. Voor meer informatie, bezoek gewoon de homepage, stuur mij een tweet op Twitter, @kapiteinkobe. Wil je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van nieuwe interviews en ontwikkelingen rondom het project, ga dan naar kapiteinkobe.be/nieuwsbrief en schrijf je daarin of stuur mij een mailtje, kobe@kapiteinkobe.be, en dan voeg ik u manueel toe. Het was me genoegen om nogmaals uw gastheer te mogen zijn en, wel, tot volgende week. Ciao, kis!